Welkom. Ja, welkom terug allemaal. Nou, ik zie dat er in ieder geval genoeg is om zo meteen over te praten tijdens de borrel. Dat is heel fijn. Ik snap dat nog niet iedereen zit, maar ik zou wel iedereen willen vragen om even goed te luisteren. Want ik heb nog één belangrijk dingetje om te vertellen voordat we gaan beginnen. Nog harder. Goedemiddag allemaal. Voor iedereen die nu net binnenkomt, zou ik jullie mogen vragen om nog heel even goed te luisteren. Want ik wil onze sponsors nog even bedanken. We hebben hier de uitgevers Boom en Hoogreffen staan. Ik hoop dat jullie ze allemaal hebben gevonden. Die staan aan het einde van de lobby. Zoek ze straks nog even op. En nog even goed om te weten voor zometeen. Er waren hier niet zoveel toiletten. Er zijn beneden meer toiletten. Dat waren de huishoudelijke mededelingen die ik nog even wilde doen. Heel belangrijk, precies. We zitten op de tijd, dus het zou fijn zijn om gelijk te beginnen. En ik wil zometeen... Ik wil in ieder geval professor Jos Boschot welkom heten. Bijzonder hoogleraar, psychofysiologische mechanismen van alledaagse stress aan de Universiteit Leiden. En hij gaat ons een lezing geven, een verhaal vertellen over langdurige stress. Ik heb tijdens de voorbereiding er al wat over gehoord. Heel erg interessant. De vragen, even goed om te weten, er zijn mensen die thuis meeluisteren en die kunnen de vraag uit de zaal niet horen. Dus als er vragen zijn, dan even hand opsteken, komt er een microfoon. En als u de microfoon heeft, kunt u de vraag stellen. En we hebben voor deze lezing afgesproken dat er tijdens het verhaal geen vragen zijn, maar daarna dat er wel tijd voor vragen is. Tenzij het super dringend is, maar dan probeer het zoveel mogelijk uit te stellen. Alsjeblieft. Even proberen of hij doet het. Dus ik heb dat zware ding niet nodig. Over die toiletten. Ik werd vanochtend wakker met de droom. Ik had twee dromen. Eén, dat ik het toilet niet kon vinden hier. Vlak voor mijn lezing. En de andere dat Tom Cruise hier na mij kwam praten. In plaats van Matthijs. Over Scientology. Veerkracht. Waarschijnlijk omdat ik gisteren nog een film van hem heb gezien. Maar goed. Ik ga u vandaag vertellen over een nieuwe... een nieuwe benadering, een nieuwe theorie. Noemen we het graag. Over chronische stress. En steeds als ik het heb over we... Meestal heb ik het dan over mijn goede collega's en vrienden Julian Thayer uit Amerika en Bart Verkuil uit Leiden. Die theorie die gaat over chronische stress en dan vooral de rol van onveiligheid. En zoals u zult zien is het voor een groot deel gebouwd op inzichten uit de neurobiologie, zeg maar de hersenwetenschap en de evolutiewetenschap theorie inzichten. En het is wel een theorie, maar het sluit zoveel mogelijk aan bij wat we allemaal al weten. Zeer vele onderzoeken die al gedaan zijn door heel veel onderzoeksgroepen in de wereld. Die op een of andere manier niet klopten met de gangbare theorieën over stress. Voor ons begon het allemaal met een interessant onderzoekje. Wat ik trouwens in de krant voor het eerst tegenkwam. Dat een spreeuw, als een spreeuw geen water vindt om... zijn vleugels te wassen, dat die spreeuw dan gestrest raakt. Dat is voor spreeuwen heel belangrijk. Om die vleugels, die moeten schoon blijven. Om op tijd te kunnen wegvliegen als er een roofdier, een predator is. Maar ze laten een stressrespons zien. Maar er is nog helemaal geen stressor. Een ander voorbeeld, toen ik hierover ging praten met diergeneeskundigen... Claudia Finke in Utrecht. Toen vertelde ze me dat dat heel normaal is. Dat wisten zij al lang. Dat bijvoorbeeld kippen, als ze geen stofbad kunnen nemen, raken ze ook gestrest. Nog een heel ander voorbeeld uit een heel andere hoek. Een inktvis waarvan ze een stukje van een van de acht poten hebben afgehaald. Die blijkt sneller met een stressrespons te reageren.
Ook als je gewoon een neutraal dingetje in de buurt brengt. Ook weer geen stressor en toch een stressrespons. En zo vonden we in de loop van de tijd nog veel meer voorbeelden. Katachtigen willen een schuilplaats hebben. Ook de familie in het wild wil dat. Nou is zo'n schuilplaats voor zo'n toproofdier en zo'n apex predator, heet dat, een prachtig woord, is natuurlijk niet echt bedoeld uit veiligheidsoverwegingen. Maar katachtigen halen hun voedsel nou eenmaal via de jacht vanuit een schuilplaats. De meesten doen dat. Dus dat heeft ook weer te maken met het veilig via het vinden van voedsel, indirect met veiligheid. Het hoeft niet altijd een schuilplaats te zijn van iets wat over je heen hangt. Groen of in dit geval is het een fantastische gecamoufleerde een soort luipaard. En nog een heel ander voorbeeld, ook van mijn collega's van diergeneeskunde. Varkens of ook weer hun wilde familieleden. Als ze niet kunnen vroeten, raken ze gestrest. En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden. We weten al heel lang dat je een rat kan stressen door hem of haar. Veel onderzoek is bij mannetjes gebeurd, dat weet u misschien wel. In het licht te zetten. Geen stressor, gewoon licht. Dat is genoeg. Nieuwigheid, novelty, is ook een stressor die al heel lang gebruikt wordt zonder dat iemand zich kennelijk eens afvroeg van wat is nou precies de stressor van een nieuwe situatie. Novelty. Nou, het is heel duidelijk dat die een paar jaar geleden stond dit. Het was een leuk filmpje. De chimpansees die een drone uit de lucht haalden. Vooral omdat dat iets was wat ze niet zagen zitten, iets nieuws. Toen ik in Canada was, toen moesten we vooral veel geluid maken om die apex predator, die grizzlybeer, uit de buurt te houden. Nou, die beer is echt niet bang voor zo'n klein mannetje als ik. Dus het gaat ook weer om nieuwigheid. En hij vond die Nederlandse liedjes kennelijk te nieuw en bleef uit de buurt. Nou, wat ze allemaal gemeen hebben is stress, een stressrespons zonder stressor. En die kennen we eigenlijk ook uit de humane, de menselijke literatuur. Een hele belangrijke is eenzaamheid. Eenzaamheid is al lang bekend als een situatie waarin mensen een langdurige stressrespons hebben, waar ik straks nog even wat verder op in zal gaan. Wat ik eigenlijk niet zo wist, is dat dieren ook eenzaam kunnen zijn. Ja, ik heb zelf geen. Ik had vroeger wel hamsters, maar een stuk of 12, dus die waren zeker niet eenzaam. Maar eenzaamheid komt vooral voor en gaat ook gepaard met chronische stressresponsen. Bij een heleboel, kijk of die het ook doet, ja. Bij een heleboel dieren, knaagdieren, bavianen, paarden, schapen, ga ze maar door. En zelfs fruitvliegen, als die alleen zijn, sterven ze eerder. Een paard, een veulen, om even een voorbeeld even te laten zien hoe diep dat verankerd zit in de genen van sociale dieren. Een veulen hoeft echt geen vervelende situatie buiten de kudde te hebben ervaren om heel graag bij die kudde te willen horen. Dus het is echt een hele sterke behoefte voor ons die kennelijk hier een rol in speelt. Moeten we dus de stresstheorie opnieuw gaan formuleren? Moeten we daar anders over na gaan denken? Nou, om dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen, moet ik eventjes een kleine primer geven, een kleine introductie uitleggen over stress. Want bij de meeste van u zal het wel weggezakt zijn, die kennis. Helaas ook bij degenen die ooit nog van mij in Leiden hebben les gehad, vrees ik. Hoe zit dat met stress? Nou, we weten allemaal stress, psychosociale, psychologische stress, is een hele belangrijke voorspeller, risicofactor voor ziekte. Niet alleen mentale, maar ook lichamelijke ziekten. En eigenlijk bijna alle ziektes worden op zijn minst mede veroorzaakt, mede bepaald door psychologische stress. Iedereen is het er zo'n beetje over eens dat gemedieerd wordt. Dat chronische stress, de chronische stressrespons, langdurig of heel frequente responsen van het lichaam, van bloeddruk, hartactiviteit, cortisol, die zogenaamde stresshormonen, dat langdurig hoog is. Ja, dus de hoofdtaak van stresstheorieën zou moeten zijn om die chronische stressrespons te verklaren. Nou, laat dat nou echt iets zijn wat de stresstheorieën eigenlijk nooit goed hebben gedaan. Om het uit te leggen hoe wij tot de eerste wat nieuwere stresstheorie kwamen, in ieder geval over chronische stress. Laat dit de fysiologische respons zijn, het kan bloeddruk zijn of hartactiviteit gedurende de dag. Nou, een deel daarvan wordt veroorzaakt door stressoren. En dat is eigenlijk maar een klein deel, echt vervelende gebeurtenissen.
Een veel groter deel wordt eigenlijk veroorzaakt door het nadenken daarover. He, over dingen in het verleden, maar vooral in de toekomst. Dingen waar je bang voor bent. Die kunnen over een kwartier gebeuren of over een maand of zo. En we noemden dat perseveratieve cognitie. Om een soort paraplu-term te hebben voor piekeren, maar ook alle andere manieren van nadenken. He, zoals we dat noemden, je voor te stellen. Cognitieve representatie van een onbeheersbare bedreiging. Dat is eigenlijk de definitie daarvan. En het gaat om stressoren in het verleden, maar vooral in de toekomst. Daar vonden we ook eigenlijk de sterkste effecten van. En dus persevereren, cognitief persevereren over de toekomst. En misschien gaan die stressoren in het verleden ook allemaal over de toekomst. Daniel Schachter, de bekende geheugenwetenschapper, die zei ook: remembering the past is to imagine the future. En we hebben die hersendelen die met herinnering te maken hebben, die zijn vooral om zo goed mogelijk de toekomst te voorspellen. Nou, wij kunnen dat ontzettend goed. Volgens de antropologen is ergens tussen 300 en 500.000 jaar geleden is er een soort time machine ontstaan in onze voorouders, in ons brein. Een van de redenen vermoedelijk waarom ons brein een stuk groter is, hoewel daar ook weer de discussies over zijn of dat nou echt zo is, als je kijkt naar alle relatieve volumes van hersenonderdelen. We kunnen dat, ik moet tegenwoordig zeggen, nadat ik Frans de Waal zijn laatste boek gelezen heb, zijn we slim genoeg om te begrijpen hoe slim dieren zijn. Misschien heeft u het ook gelezen. Ben ik toch iets voorzichtiger. Hè? Er zijn dieren zoals chimpansees en vreemd genoeg kraaiachtigen en papegaaiachtigen die ook op een of andere manier zich dingen kunnen voorstellen in de toekomst. Maar zo levendig als wij dat kunnen doen, dat kunnen andere dieren waarschijnlijk niet. Dat bracht ons een enorme voorsprong op andere dieren. De hele planeet is bijna naar de haaien, om het heel pessimistisch te zeggen, vanwege onze mogelijkheid om in de toekomst dingen te kunnen anticiperen en te plannen. Maar het komt met een andere nadeel voor onszelf, namelijk dat we ook ongelimiteerd die stressoren uit het verleden en in de toekomst ons kunnen voorstellen. En ons lichaam reageert gewoon simpelweg ook op al die voorstellingen van bedreigingen. Dat betekent dat ons lichaam reageert op gebeurtenissen, stressvolle gebeurtenissen, die niet plaatsvinden. Laat dat maar even bezinken. We zijn het enige dier die dat vermoedelijk kan. Goed, ze gebeuren niet, maar we bereiden ons wel voor. We bereiden ons lichamelijk voor. En dat is eigenlijk het hele simpele denkstapje wat je nodig hebt om te begrijpen waarom we bij psychosociale, psychologische stress, negatieve emoties een lichamelijke activatie hebben. Het bereidt ons voor op die vecht-vluchtreactie. En dus Nico Freida zei ook een keer in een gesprek wat ik met hem had over of je nou je negatieve emoties moest uiten, of je nou iets kwijt moest raken aan energie of zo. Nou, dat kan ik u vertellen dat wetenschappelijk gesproken is dat echt onzin. En Nico die zei, de fysiologische toestand van het organisme is eigenlijk een vooral een reflectie van wat het volgende moment verwacht. En niet zozeer van wat er aan emotionele metabolisme, vertering plaatsvindt. Dus we bereiden ons voor. En die voorbereiding is eigenlijk praktisch hetzelfde als de inspanningsrespons. En dat is ook weer zo'n simpel inzicht. Wat naar mijn weten William Lovello voor het eerst heeft beschreven in zijn boeken over stress en health. Fantastische boeken. Net iets te ingewikkeld voor studenten. Dus wij gebruiken Sapolsky's boek over waarom zebra's geen maagzweer krijgen. Dat is een stuk leuker. Maar dus ja, stressrespons is eigenlijk niet veel meer dan een exercise respons. Tillen, rennen enzovoort. En wat doet nou een atleet die gaat hard rennen en die bereidt zich voor op een sprint van 60 meter, dan gaat de hartslag van 67 ongeveer, hè, gemiddeld voor atleten, meer dan twee keer zoveel. Als het wat kortere afstand is, dan is het wat minder. Dus atleten in hun voorbereiding op zo'n sprint, die jagen hun fysiologische respons, hun voorbereiding enorm op. Waar past die stressrespons dan in? Nou, die lijkt natuurlijk op de kortst mogelijke sprint. Want ja, Het idee is dat we steeds voor die leeuw moeten wegsprinten. En dat is wat je vaak hoort als een stressdeskundige, zoals ik of mijn collega's het over stress hebben. Uiteraard is het niet altijd die leeuw. Hè, zoals een oude collega van mij uit Utrecht ook net zei, van ik heb nog nooit een leeuw gezien en mijn voorouders misschien ook niet. Nee, natuurlijk niet. Wij bereiden ons vooral voor op dingen die we vrezen en die vaak van een hele andere aard zijn. Tegenwoordig deadlines, relatieproblemen, hypotheek,
Al die sociale problemen hoor ik er wel bij. En voor de jongere garde is er tegenwoordig ook nog FOMO bijgekomen. Voor de ouderen. Fear of missing out. He, je hoort er niet bij, je bent niet gevraagd. He, zoals de eerste keer dat ik de ernst daarvan zag, was tijdens een vakantie in Cuba. Dat mijn zoon van 13 nog steeds zat te kijken op zijn smartphone wat Joël in Bussum aan het doen was en waar hij niet bij was. Ik denk, Felix, we zijn in Cuba, geniet ervan. Nou, dat soort stress hadden wij in mijn jeugd niet. Als ik vrijdag naar mijn dorpje terugging met de fiets, dan zag ik mijn vrienden van school pas weer maandag. En ik had totaal geen contact. De telefoon op de gang was zelfs verboden terrein. Dat herinneren misschien de mensen van mijn leeftijd ook. Typemachine, al die dingen mocht je niet eens aankomen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hoe zie je eruit? Ziekte, natuurlijk een hele belangrijke stressor op zich. Maar vergeet niet dat de effecten daarvan zijn moderate, dus zijn niet zo sterk, maar ze zijn vooral repetitief en chronisch. En dat maakt het tot een belangrijke risicofactor. Vergeet niet dat onze voorouders precies hetzelfde natuurlijk deden. En ze hadden het natuurlijk niet over deadlines, maar ja, je moest wel voor het donker thuis zijn. Er was geen licht. Hier misschien ook last van, of angry husband. Zonder eten thuis. Why not invite it? Ja, zolang we sociale dieren zijn, heeft dat een rol gespeeld. Misschien geen ziekte, maar meer vervloeking of wat dan ook. Nou, zolang we die time machine hebben, speelde al dit soort perseveratieve cognitie speelt een rol. En die veroorzaakt onze chronische stressrespons. Ondanks het feit dat we in hele andere gebieden, dat onze context er honderdduizenden jaren lang heel anders uitzag. Dit is trouwens in Corsica, by the way. Dus die fysiologische respons gedurende de dag, die wordt maar voor een klein deel door echt gebeurde stressoren en voor een veel groter deel door het anticiperen op die stressoren die eigenlijk nooit gebeuren. Dus als je vragenlijsten hebt, de meeste vragenlijsten in de stresswereld gaan over dingen die gebeurd zijn, live events, daily hassles enzovoort, dan mis je waarschijnlijk een heel groot deel. Goed. We hebben dat al jarenlang onderzocht, ook andere groepen, de meta-analyse over geweest. Dit staat min of meer wel vast, of min of meer, dus meer dan min. Het staat gewoon vast. Piekeren, perseveratieve cognitie, heeft duidelijke effecten op in ieder geval op het cardiovasculair systeem en op die stresshormonen. Inmiddels hebben we al jarenlang iets anders onderzocht, namelijk of een heel groot deel van die stress niet onbewust is. Ik kan daar niet te ver op ingaan. Het heeft wel een heel groot deel van mijn tijd opgeslokt in de afgelopen jaren. Het begon eigenlijk met dat we merkten dat mensen die overdag piekerden ook 's nachts nog steeds een hogere hartactiviteit hadden. 'S nachts pieken je niet bewust, dus er moest iets anders aan de hand zijn. En het werd nog duidelijker toen we ontdekten dat mensen met ingewikkelde statistiek, nadat ze overdag gepiekerd hadden en hun hartslag omhoog was gegaan, dat ze gemiddeld nog 2 uur lang een hogere hartactiviteit hielden. Dus het moest wel liggen aan iets van onbewuste stress. Nou, we hebben inmiddels, en andere onderzoekers hebben daar gelukkig ook naar gekeken, meer bewijs voor gevonden, maar dat is nog ongoing business. Dus u heeft het misschien al gemerkt, er was nog iets toe te voegen aan het model, en dat is die onbewuste stress, die ook nog een deel van de stressrespons voor uw rekening neemt. Vermoedelijk, denk ik tenminste, is dit deel veel groter dan de rest. Maar we weten nog niet wat de aard ervan is. Het is ongelooflijk moeilijk te conceptualiseren en te operationaliseren. Vandaar ongoing business. Dus onze lichamen reageren niet alleen op gebeurtenissen die niet plaatsvinden, maar we zijn ons er ook nog niet eens bewust van. Het begint een beetje eng te worden, toch? Maar goed, de hulp is nabij. De rest van mijn verhaal gaat daarover. Dit is een voorbeeld van, om u te laten zien dat het ook echt zo uitziet overdag, zo'n fysiologisch plaatje. Dit is de hartslag, het blauw, rood is de beweging. En u ziet al dat een aantal bewegingen wel gevolgd worden door hartactiviteit, hogere hartactiviteit, maar een heleboel ook niet. En daar zit hem natuurlijk die chronische stress in. Dus als we het weer als een diagram voorstellen, dat is altijd iets opgeruimder en schoner en netter. En een deel van wat er overdag gebeurt is natuurlijk het basale dag-nachtritme in bijvoorbeeld dit is heart rate, inderdaad, hartslag. Een deel daarvan is beweging, een behoorlijk deel, afhankelijk van wat u doet overdag natuurlijk. Een deel daarvan zijn die stressoren, die eigenlijk dus heel weinig zoden aan de dijk zetten qua chronische stressrespons. En een behoorlijk deel is perseveratieve cognitie. Maar als we dan bijvoorbeeld als we het even uitkleven, die bewegingseffecten eruit. Dat doen we ook, proberen we ook statistisch te doen met ingewikkelde
met apparatuur en zo. Dat is een heel verhaal op zich, methodologisch. Daar zijn we ook nog mee bezig. Maar dat ziet er wat duidelijker uit. Als we nou naar een week kijken, dan zit u in dit olieveld, zal ik het maar zeggen, zal ik maar noemen. Ziet u dat die stressoren, maar ook de perseveratieve cognitie, qua chronische stress eigenlijk niet zoveel uitmaken. Want u herstelt daar tenslotte ook steeds weer van. Echte chronische stress ziet er zo uit. En dan zijn er misschien wat piekjes, hè, dat u een ruzie heeft met iemand of wat dan ook. Of een auto die u bijna van de sokken rijdt op uw fiets in Amsterdam. Of andere fietsers, buitenlandse toeristen. Maar voor de rest, chronische stress is echt wat anders. Dus dat wordt niet verklaard met die conventionele stresstheorieën. En zelf niet eens met onze eigen perseveratieve cognitietheorie. Dus dit is ook het geval voor zogenaamde chronische stressoren, waar u misschien aan dacht, werkstress en zo. Want ook, ook die momenten waarop die werkstress zich voordoet, hè, die confrontatie met die vervelende baas of wat dan ook, of gepest worden op het werk, of andere stressoren zoals financiële schulden enzovoort. Die incidenten waarop de stressor plaatsvindt zijn eigenlijk gewoon veel te weinig om de chronische stressrespons te verklaren. Geldt ook voor relatiestress, belangrijke voorspeller ook van hart- en vaatziekten. Nou, nu is die voorbeelden even langslopen van chronische stressresponsen, situaties met chronische stressresponsen waarbij eigenlijk geen stressoren optreden. Of in ieder geval de stressoren die optreden in aantal veel te klein zijn om het te kunnen verklaren. Ten eerste eenzaamheid, lage sociale verbondenheid in allerlei vormen. Allerlei vormen kan het aannemen. Lage sociale economische status. Er is ontzettend veel onderzoek hiernaar gedaan. En bijna al dat onderzoek heeft gecorrigeerd voor lifestyle. Dus voor, hè, je kan je voorstellen, mensen die in een lage sociale economische status leven, die zijn, eten misschien minder goed, die wonen in gebieden waarin veel meer stressoren plaatsvinden. Daar is allemaal voor gecorrigeerd. Er blijft nog steeds een enorme hap over aan chronische stressresponsen die niet verklaard wordt. Discriminatie ook, vaak op huidskleur, door de dominante huidskleur. Heel belangrijk issue in Amerika, in de psychosomatic medicine. Voor al deze dingen bestaat echt heel veel literatuur die dat ondersteunt. Dus ik laat dit alleen maar zien, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we dat gaan lezen. Het is alleen maar bedoeld om u te laten zien, er is echt veel bewijs voor. Ook voor de ziektekans, de verhoogde kans op serieuze organische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, kanker enzovoort. Voor eenzaamheid, voor echt voor die drie sociale condities met chronische stressrespons en discriminatie. Een heel ander domein, early life stress. Ook een term voor een heel groot gebied waar ongetwijfeld veel van u hier mee bezig zijn. He, dus alles wat in de eerste levensjaren is gebeurd. Vaak heel ernstig fysiek of seksueel misbruik. Maar vaak ook gewoon een dysfunctioneel gezin. Emotionele verwarring alom enzovoort. Verwaarlozing, emotionele verwaarlozing. Dat blijkt ook in het latere leven gecorreleerd te zijn aan een chronische stressrespons. Het is nog erger. Prenatale stress. Als uw moeder gestrest was tijdens de zwangerschap, dan heeft u dus grote kans dat u, nadat u geboren bent, de rest van uw leven ook een verhoogde stressrespons laat zien. En een verhoogde reactie van uw stresssysteem. Ook daar is langzamerhand groeiend bewijs voor. Een hele belangrijke onderzoeker is Caroline de Weert in Nijmegen die dit doet. Ook hier is weer bewijs voor dat het de kans op ziekte verhoogt. En dan hebben we de bekende persoonlijkheidstrekken. Dus iets logisch, iets wat de hele tijd een deel van je uitmaakt, van je dagelijks leven. Dit zijn de meest onderzochte op het gebied van stress en ziekte, neuroticisme, trait anxiety, trait anger, hostility vooral ook. Hier is ook al langer van bekend dat ze samenhangen met verhoogde chronische stressresponsen. Niet ontzettend hoog, maar langdurig of zeer frequent. En ook, ik was nog een belangrijke vergeten. Dat is de omgeving. Een opkomend gebied is de omgevingspsychologie, waarbij het verschil tussen natuurlijke omgevingen, inclusief stedelijke bewoonde gebieden met heel veel groen, en de, zeg maar, de grijze, de harde werkelijkheid van de stedelijke omgeving wordt onderzocht. En dat is nog niet zo breed, is nog nieuw, nog niet zo breed onderzocht. Ik kwam
onlangs pas een onderzoek tegen wat liet zien dat er inderdaad toch ook sprake is van chronische stressresponsen. Maar dat is nog maar één onderzoek. In urbane omgevingen vergeleken met natuurlijke omgevingen. U kan zich voorstellen, moet je wel voor een heleboel dingen corrigeren. En dat wordt natuurlijk ook getracht in dat soort onderzoeken. Dat is een ingewikkeld terrein, maar heel erg interessant. Nou, ook deze twee groepen hangen weer samen met ziekte. Met de kans op ziekte. Nou, hoe kan dit nou? Waarom heb je in deze, wat wij noemen, compromised domains... Ja, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Gecompromitteerde domeinen. Compromise is een beetje een biologisch woord uit de medische biologie. Hoe kan dat nou dat hier verlengde stressresponsen zijn... zonder dat er sprake is van stressoren? Kan dat? Nou, wij kwamen eigenlijk, zoals ik al in het begin zei... door die voorbeelden van die dieren op het idee... op de ideeën, op een mogelijke verklaring. He, die vogels die geen wasmogelijkheid hebben. Niet alle vogels hebben dat nodig trouwens. Die inktvis met dat deel van een van zijn 8 poten weg. Katten zonder hiding places. En enorm veel, je hoeft alleen maar diergeneeskundige boeren... en andere mensen die veel met dieren omgaan te vragen. Ze komen met talloze voorbeelden. De algemene deler is dat de veiligheid in het geding is. En dat zeggen deze mensen zelf ook. De veiligheid is at stake. Is dat dan mogelijk? Is dat het? Moeten we andersom denken? Nou, inderdaad, we moeten andersom denken. Want de stressrespons blijkt uit de neurobiologie, de hersenwetenschap... blijkt de stressrespons eigenlijk een default respons te zijn. Het is een respons die eigenlijk altijd aanstaat... tenzij die onderdrukt wordt door de prefrontale hersenen... als er sprake is van veiligheid, controle, beheersing. En die waarneming van die veiligheid... die gaat grotendeels onbewust automatisch. Nou, dit is eigenlijk helemaal niet zo'n nieuw idee. Daar kwamen we ook een paar met achter. Al in de 19e eeuw, dat is met heel veel inzichten zo... alles is al een keer onderzocht... Hoe ouder je wordt, hoe leuker je dat ook eigenlijk vindt. Ik weet niet hoe dat komt, maar we vinden het steeds leuker om naar literatuur uit de 19e eeuw te verwijzen. Lief naar Darwin. Maar dit is Huvelings Jackson, die zei al dat filogenetische oude responsen van het lichaam... die worden niet getriggerd, die worden niet aangezet, maar die worden let go. Die worden vrijgelaten, losgelaten als het ware. En dat is niet alleen voor de stressrespons zo, dat is eigenlijk voor alles wat... via onze wervelkolom wordt gereguleerd. Het begint al hoog in ons brein met motoractiviteit. De motoractiviteit, niet hoog in het brein, maar in de lagere hersenen... die staat ook eigenlijk default aan. Die wordt constant geïnhibeerd door de hogere hersenen. En dat geldt voor al die reflexen, voor de kokhalsreflex. Ook voor urineren, defeceren. Ook dingen als eetlust is op die manier heel veel ingewikkelder. Maar wel het principe... Diep in dat systeem van eetlust is ook een default respons. In principe zou je kunnen zeggen, we willen gewoon alles opeten. Wat je bij baby's ook een beetje ziet. En dat wordt op allerlei ingewikkelde manieren onderdrukt. Zelfs het immuunsysteem reageert zo. Het immuunsysteem, zoals u misschien weet, wil alles in het lichaam wat er tegenkomt... zo snel mogelijk kwijtraken. Killen heet dat in de terminologie, natural killer cells. Tenzij het bij het zelf hoort. Dus het immuunsysteem is bij de geboorte al uitgerust met een ragfijn systeem... om het zelf te onderscheiden van het niet-zelf. Maar het begint, default, is niet-zelf. Vandaar dat een auto-immuunreactie is eigenlijk een foutje... waarbij het immuunsysteem te veel terugkeert naar de default response. Het lijkt heel erg op de default stress response. Maar laat ik daar niet te ver op ingaan. Het is dus helemaal niet zo wonderlijk dat de stressrespons ook op die manier wordt gereguleerd. Want de stressrespons is verschrikkelijk oud en komt bij alle dieren voor. Dus als de stressrespons is niet getriggerd, maar is gedisinhibeerd. Als er geen informatie is over veiligheid... dan neemt het organisme, of het geest-lichaam, hoe u het ook wilt noemen... neemt by default, dus neemt in principe aan... dat er sprake is van generale, algemene onveiligheid. Tenzij het tegendeel wordt bewezen. En dat betekent dat we ook een stressrespons hebben... als er geen sprake is van bedreiging of een stressor.
als er maar geen informatie is. Waarbij die novelty, nieuwheid, het allermooiste voorbeeld is. Maar ook bijvoorbeeld, theoretisch is ook een urbane omgeving is iets waar ons brein eigenlijk niet zoveel mee kan. We weten dat ons brein, onze cognitieve responsen zijn veel flexibeler, sneller op natuurlijke informatie dan op onnatuurlijke informatie. Artificiële informatie. We zien veel eerder bijvoorbeeld, om maar een van de vele onderzoeken te noemen. We zien veel eerder, ik weet niet waar die i vandaan kwam, dat is het volgende woord. Veel eerder een dier lopen dan een auto of een andere door de mens gemaakte. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Dus we kunnen niet zoveel met. De stad is eigenlijk een novelty voor ons. Bovendien is het vaak ook van anderen. En daar kom ik nog op terug. Die anderen zijn namelijk heel erg belangrijk. Nou, we leren dat eigenlijk vanaf de geboorte al. Je zou kunnen zeggen, de baby wordt geboren met een default stress response. Een en al geschreeuw, helemaal rood en weet ik veel. En het begint onmiddellijk al met warmte en voedsel. Langzamerhand leert die baby de condities van veiligheid ontdekken. En dat is een razend ingewikkeld proces. Wie wel, wanneer gaat die weg, komt die weer terug en zo. Dat duurt dus gewoon. Dat duurt heel lang voordat die baby dat leert. Dus de hele jeugd en ook later, maar vooral de jeugd, is een tijd waarin je de veiligheidscondities van het leven leert. En vooral, heel belangrijk, de generalisatie daarvan. Zodat je nieuwe gebeurtenissen, nieuwe mensen in de loop van je leven als in principe toch als veilig ziet. The world is a safe place. Dit hele idee van de default stress response. Was ook al in een andere vorm al lang bekend bij evolutietheoretici. En die hadden het dan over better safe than sorry. Nou, waar moet u dan aan denken? Dan moet u aan denken aan een konijn dat liever 10 keer voor niks wegspringt dan 1 keer blijven zitten en de lunch worden van een roofdier. En dat zie je bij alle dieren. Dat zie je ook bij die grizzlybeer zelfs. En die denkt, nou ja, ik begrijp niet wat dit is. Ik ga maar weg. Ook al is die veruit het gevaarlijkste dier in zijn eigen niche. Het is dus ook filogenetisch heel erg oud. En zoals mijn collega Loris van Doorn altijd graag vermeldde, is dat je ook bij mossels zag je al die stresshormonen zoals CRF en zo. Je ziet het overal, die hele stress. Maar dit is een filogenetisch heel oud principe, de default stress response. Het is ontwikkeld ver voor ons bewustzijn bij onze hominide voorouders zich ontwikkelden. Dat is heel erg belangrijk voor de wetenschap die we daarmee kunnen bedrijven. En we lijken natuurlijk, dat is geen nieuws waarschijnlijk meer, we zijn dieren. Onze genen komen voor een heel groot deel overeen met die van chimpansees, maar ook muizen, koeien, zelfs kippen. Onze arme fruitvlieg deelt nog bijna nog de helft van zijn genen met ons. En mijn favoriet is natuurlijk de druif. Als we straks een glaasje wijn drinken, moet u daar toch zeker even over nadenken. Dat het toch een soort familie is. Dus ja, die stressrespons die begint hier. Die begint zeker hier. En die delen we dus met al die organismen in de evolutie. Ja. Goed, nog even visueel. Ik ben een visueel persoon. Het zit dus niet zo. De stressor wordt niet getriggerd. Maar die wordt continu, als er sprake is van veiligheid, onderdrukt. Dat betekent dat er, zolang u veiligheid waarneemt, dan wordt die stressrespons onderdrukt. Als dat niet het geval is, bij die generalized uncertainty in al die domeinen die ik u liet zien, dan is er sprake van een chronische stressrespons. Het kost me heel lang om dit in PowerPoint te ontwikkelen. Maar goed. Het kan waarschijnlijk veel makkelijker. Maar goed. Een chronische stressrespons. Generalized uncertainty. En als dat maanden of een jaar duurt, ja, dan gaat het echt een effect hebben op uw gezondheid. Ook al was u om te beginnen heel erg gezond. We hebben dat in een aantal artikelen al gelanceerd. We hebben binnenkort in de zomer een workshop, internationale workshop hierover, om alles. Allemaal nog theorie. Er is nog weinig onderzoek. We moeten het allemaal nog veel beter uitzoeken. Even tussendoor, ga je even snel doorheen. Maar een aantal van u zal misschien bedacht hebben, ja, maar dat kost toch heel veel energie, al dat onderdruk. Als je chronische stressrespons moet onderdrukken, kost dat toch energie? Nou, dat is dus gewoon niet waar, volgens mijn collega's, de neurobiologen. Inhibitoire neurale actie kost veel minder energie dan excitatoire. En er zijn maar een relatief weinig belangrijke inhibitoire zenuwen in uw lichaam. Maar die hebben een enorme uitgespreide actie. Maar ze kosten dus minder energie.
Nog even door die domeinen. We hebben dus een, we noemen dat een compromised social network, compromised early 70, compromised physical network. We hebben die chronische stressoren die eigenlijk ook grotendeels gebaseerd, de chronische stressrespons bij workstress is grotendeels gebaseerd op vermoedelijk op contextconditionering, waardoor, nou, dat is fantastisch. Misschien deed ik dat. Kijken of ik hem weg kan krijgen. Nee. Nou ja, maakt niet uit. Hier ziet u een plaatje, dat was gewoon een grapje tussendoor. Deze versie overslaan, ja, dat wil ik heel graag, maar dat werkt dus niet. Ja, dat komt. Dit was alleen om te laten zien dat er sinds kort, of er zijn dus sinds ik studeerde, zijn er nog veel meer vormen van leren bekend geworden. Maar contextconditionering is eigenlijk gewoon een vorm van klassieke conditionering. Ja, daar gaat iemand iets weggooien. Nou ja, dit was ook niet zo belangrijk. Dit. Dus ook in dit soort gevallen is dus de wereld is een unsafe place. En dan hebben we nog de compromise body. Nou, heel één zin daarover. Dit is onze meest wilde hypothese. Dat zwaarlijvigen, mensen die een slechte conditie hebben, die waren 100.000, eigenlijk miljoenen jaren lang, minder goed in staat tot een vecht-vluchtrespons. Dus wat doet dat lichaam? De stressrespons alvast op een laag pitje zetten. Waardoor de chronische fysiologische responsen in deze situaties, ook ziekte, dat maakt het ingewikkeld, en een oudere leeftijd, die worden niet aan stress geweten. Maar wij denken dat ze wel eens voor een groot deel aan stress geweten zouden kunnen zijn. Nou, ik moet er wat sneller doorheen, want de tijd vliegt. Dit zijn een paar argumenten waarom het onbewust is. Ook omdat het erg... Ja, ik moet even sneller doorheen. Ik dacht dat ik wat meer tijd zou hebben. Ik kom tot onze laatste slide. En dat zijn de... Die heb ik speciaal voor deze gelegenheid bedacht. Ik heb het er heel vaak over gehad al met collega's die praktiserend zijn psychotherapeut. Bart Verkuil overigens is ook psychotherapeut. Maar wat zijn nou de consequenties hiervan? De eerste consequentie die we al vrij snel hoorden was dat praktiserende psychologen vaak van hun patiënt of cliënten hoorden, tegen wie ze over deze nieuwe inzichten vertelden, dat die patiënten dat heel prettig vonden. Het belangrijkste was steeds dat ze niet iets hadden, een of andere stoornis of een stressor of wat dan ook, maar dat ze iets misten. En dat missen, dat is bij mensen heel, heel sterk. Vooral de sociale veiligheid. We zijn sociale dieren, de verbondenheid met anderen. Dat is vandaag ook al een paar keer langs gekomen. Dus wat heel belangrijk is dat we de veiligheid, de bronnen van veiligheid weer opnieuw leren aan cliënten. Althans, de cliënten die wie problemen iets te maken hebben met lijken te hebben met stress. Maar dat zijn er heel wat, denk ik. Piekeren is ook een interessante. Piekeren zien wij vooral nu als een onderdeel van die default stress response. Het is meer het hogere cognitieve deel ervan. Dat betekent dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft om dat gedachteproces aan te pakken, waar bijna wel alle piekerachtige therapieën of therapiemodulen op gericht zijn, maar meer de onderliggende algemene perceptie van veiligheid. En die is weer onbewust, dus gaat het meer om de condities. En die condities zijn weer, zoals ik zei, vooral sociaal. Dus de sociale verbondenheid is ontzettend belangrijk. Nou, en dan uiteindelijk veiligheid, hè, onbewust waargenomen veiligheid, vanuit welke bron dan ook, zal de autonomie, flexibiliteit en de lust tot exploreren in het leven doen toenemen. En daarmee de veerkracht. Dank u wel. Zijn er nog wat? Een vraagje nog? Ja, prima. Zijn er nog vragen? We hebben nog tijd voor één vraagje voor de pauze. Er is straks nog een discussie mogelijkheid. Dus. Ja. Dank u wel. Ik vraag me af, waarom is deze informatie niet doorgedrongen tot de richtlijnen van chronische stress en burn-out? Want wij worden geacht cognitief te werken, terwijl we met z'n allen merken dat dat onvoldoende is. Nou, het meest simpele antwoord is, het is nog erg nieuw. En dat merken we bijna in elk congres waar ik of mijn collega's
dit vertellen. En we doen het heel voorzichtig. Omdat ja, we zijn steeds bang dat we nog iets missen. Hebben we iets simpels over het hoofd gezien? Want de boodschap is relatief simpel. Maar het heeft een behoorlijke impact, ook op het hele stressveld. Maar tot nu toe hebben we nog niet geen heftige kritiek gekregen. Behalve steeds de vraag, ja, hoe onderzoek je dat dan? Die krijg ik bijna elke keer, dus die verwacht ik vandaag ook nog wel een keer. We weten nog niet helemaal, nog niet zeker. In ieder geval een van de routes die ik... we worden toch geacht wat onderzoek te doen als wetenschappers. En niet alleen maar te theoretiseren. Dat kon vroeger wel, maar dat mag niet meer. Nico Vrijda kon dat tot zijn 50ste doen en toen schreef hij eens een keer een prachtig boek. Helaas, dat is voor mij niet weggelegd. Misschien als ik met pensioen ben. Maar een van de onderzoeken die ik dus ga doen is om die sociale verbondenheid te versterken. En dan letterlijk in het dagelijks leven te kijken van letterlijk seconde tot seconde. Wat dat met de dagelijkse hartactiviteit doet, hartslagvariabiliteit met name. En dan over weken gespreid. Kijken of dat lukt. Want voor veiligheid weten we niet of we daar nou een goede maat voor kunnen verzinnen. Want dat is dus onbewust grotendeels. Dus het gaat meer om die condities. Daar proberen we achter te komen. Dus voordat het in de richtlijnen verschijnt, ik heb geen idee. Ik ben maar een ivoren torenwetenschapper. Ik ben een heel weinig praktiserend. Nou, ik heb wel een idee. Laten we dat bij elkaar brengen. Want ja. Wij zijn nog wel eens bij een richtlijnontwikkeling betrokken. Toch? Misschien is dat een idee om gewoon eens actief elkaar op te zoeken. Ik denk dat voor die richtlijnen wel veel meer directer bewijs nodig is dan het wat ik eigenlijk doe. Zeker, maar de stroming en het verhaal, het past zo bij ook het voorgaande. Hè, waarin wij wel een verantwoordelijkheid hebben om dat ook over de bühne te brengen. Ja. En dan zijn volgens mij dat wel echte activiteiten om dat ook te doen. Toch? Nou, Jos, heel erg bedankt. Ook voor de toelichting. Zometeen nog tijd voor meer vragen. Er zit een bloknoot en een pen in je tasje. Dus mocht je nog vragen hebben, schrijf ze even op. Wil ik ondertussen... Ja, applaus alsjeblieft. Wil ik ondertussen Matthijs naar voren vragen. Matthijs van Steenveld is een trainer, positief psycholoog en auteur. Hij laat zien hoe veerkracht kan groeien door een gezonde balans tussen het erkennen van de pijn en het laten... Lijnen het vallen en het leren dat we weer kunnen opstaan. Matthijs, heel veel plezier, heel veel succes. Dankjewel. Volgens mij ben ik te horen. Ik heb alleen nog geen PowerPoint. Dat is altijd fijn. En dan word je gevraagd om een praatje te houden voor 300 mensen over veerkracht. Nou, dan weet je, veerkracht gaat over tegenslagen, zoals de PowerPoint die het nog steeds niet doet. De PowerPoint doet het. Nou, hè. Hartslag gaat weer even vlot. Ik denk dat ik ook gewoon bij de bos bloemen blijf staan. Naar Jos zijn verhaal, dat natuur schijnt te helpen. Maar veerkracht is, ja, ik vind het een prachtig onderwerp. Ik ben positief psycholoog, zeg ik dan altijd. En waar we heel lang in het begin van het onderzoek over veerkracht heel erg hebben gekeken naar... Anne Maston is bekende wetenschapper op dat veld en die onderzocht mensen met schizofrenie. En dan zag ze een grote groep mensen met schizofrenie en dan zag ze, oh, er zijn een aantal mensen die doen het eigenlijk nog best wel goed. Nou, fijn, dan weten we dat. Dan kunnen die negeren, want daar hoeven we eigenlijk niks meer over te weten, want die gaan best goed. Laten we eens gaan kijken naar de mensen bij wie het niet gaat. Nou, dat is hoe psychologie, vanuit een hele goede intentie, denk ik, te lang gewerkt heeft. Want hiervan kunnen we heel veel leren. En dat sluit ik een beetje aan bij dat verhaal van Jos Broschot. Het is heel leuk om hier weer een beetje in de collegebanken te zitten. Jaren geleden ook zelf in Leiden te hebben gestudeerd. Maar veerkracht gaat denk ik ook over, zoals je dat zo maar noemt, ik heb het opgeschreven... Learn and relearn safety sources. En als je dan praat met mensen over veerkracht, dan denk ik dat onze rol als psycholoog onder andere is om mensen te helpen om weer hun eigen safety sources te vinden, hun eigen veerkracht te vinden. Dat klinkt heel makkelijk, is het eigenlijk ook, dus dat wil ik jullie meteen laten doen. Want voor je het weet zit je de hele dag alleen maar te luisteren. Dus ik wil jullie even een opdracht geven waarin je met je buurman, buurvrouw mag praten. Maar wel één regel, want anders ben ik alle tijd kwijt. Als ik mijn hand opsteek, dan wil ik jullie vragen om stil te worden en ook je hand op te steken. Zodat iedereen ziet tot de handen opgestoken worden en dan iedereen tegelijkertijd stil wordt. Dat maakt het makkelijker voor mij. Kijk, snappen mensen het al. Maakt het makkelijker voor mij om straks daadwerkelijk weer verder te gaan met de rest van mijn verhaal. En de vraag die ik jullie wil laten stellen aan je buurman, buurvrouw, is eigenlijk simpelweg. Vertel elkaar nou eens een ervaring. Een verhaal waarin jij... in jouw oog op een positieve manier veerkrachtig met een uitdaging of tegenslag bent omgegaan.
Een paar minuten, allebei de kant op. Er zijn mensen die vals spelen. Ik zie bijna alle handen omhoog. Ik hoor toch nog heel veel gepraat. Dank jullie wel. Ik kom uit een beetje een bijzondere familie. De helft is psycholoog en de andere helft werkt in het onderwijs. En dit zijn de trucjes die ik dan leer van mijn broer en zus die groep 3 lesgeven en zo. Dus werkt met volwassenen ook geweldig. Maar ik ben wel benieuwd. Jullie hebben net heel kort een verhaal gedeeld over veerkracht. Wat valt jullie nou op in die verhalen? Waar draait die veerkracht om? Mag ik? Ja, de andere kant op. Ik zou het heel graag willen, maar bewaar die voor de pauze nog even. Ja, sorry. Ja, en het is... Sorry. Maar onthoud naast wie je zit. Hoe gaan we nou met deze tegenslag om? Maar ik ben wel benieuwd, zijn er kernwoorden, steekwoorden die jullie opvallen in die veerkrachtverhalen? Waar gaat veerkracht om? Niet opgeven. Acceptatie. Lef. Nieuwe beslissing. Zwakheden durven tonen. Positiviteit. Aanstekelijk. Sociale steun. Vertrouwen. Zelferkenning. Lef. Iets totaal anders doen dan verwacht. Samen. Tijd. Gewoon, je bent er ook niet meteen. Ja, even ruimte. Zijn dus heel veel dingen, hè? En dat zit gewoon allemaal in 2 minuten, 3 minuten gesprek zit dat al meteen in jullie. En de grap is, ik doe vragen als deze doe ik heel vaak. Met allerlei achtergronden. Ik heb master klinische psychologie gedaan. Ik heb jarenlang part-time als therapeut gewerkt op een afdeling angststoornissen. En nu werk ik veel meer als organisatiepsycholoog. Het maakt eigenlijk niet uit waar je komt. Maar heel veel mensen kunnen met deze vraag prima uit de voeten. En hebben hier heus wel antwoorden op. Dus ik geloof, ik ben al optimist, geef ik eerlijk toe. Maar ik geloof dat heel veel mensen die... Ja, safety sources, zoals Jos Broschot dat noemt, ergens wel in zich hebben. Alleen de vraag is of je ze altijd even actueel hebt en erbij kunt halen als je ze nodig hebt. Maar jullie weten eigenlijk al een hele hoop. Dus, nou, ik ben klaar. Nee. Maar voor mijzelf ook, hè, wat ik jullie al zei, ik werd gevraagd hiervoor. En op een gegeven moment hoor je dan, 300 mensen. 300 mensen, dat is best veel eigenlijk. Oh, trouwens, hoorde ik vorige week. Had het waarschijnlijk eerder ook al gehoord, maar ik had het niet onthouden. Er is ook een livestream, dus heel Nederland kan meekijken. Leuk. Ontspannen. Tegenslag, laten we het een uitdaging noemen. Ik ben tenslotte positief psycholoog, dus dat noem je een uitdaging. Dus wat doe ik dan om veerkrachtig te zijn? Dan vraag ik mijn collega. Ja, gaat toch ook? Ja, die gaat ook. En die vraag ik, mag ik met jou nog even mijn verhaal doornemen? Sociale steun. Dat helpt. Weet je, dat zijn van die kleine dingen. Die helpen mij om veerkrachtig te zijn. En wat ik dan ook wel grappig vind, ik werd net voor het congres begon, werd ik dan aangesproken door iemand van het NIP.
hartstikke vriendelijk. Die zegt, oh, en, vind je het spannend? Zeg ik, nou, hè, nee toch? Nee toch? Jij toch niet? ja, ik vind het ook spannend. En dat is ook helemaal niet gek. Maar daar gaat het ook helemaal niet om met veerkracht. Veerkracht gaat niet om zo sterk mogelijk zijn. Waar veerkracht om gaat, in mijn ogen, is gewoon het erkennen, accepteren, tegenslag gebeurt. Gaan dingen kapot, mensen worden ziek, mensen gaan dood, raken banen kwijt, er gebeurt van alles. En dingen die je niet wil. En sterker nog, wij mensen zijn zo goed, zelfs de dingen die nog niet mis zijn gegaan, kunnen ons al voorstellen en daar ons al druk over maken. En dat had ik heel mooi in mijn verhaal geschreven en dan wordt dat voor je neus weggekaapt. En dan zou je kunnen zeggen dat veerkracht gaat om heel krachtig zijn. Als je maar sterk genoeg bent, dan komt alles goed. Je moet gewoon sterk zijn. Zoiets. En nou, er zit wel wat in. Het helpt wel om wat aan te kunnen. Een beetje ruggengraat en een beetje pit en noem maar op. Helpt wel, maar op een gegeven moment kom je dan in een situatie. Maakt niet uit hoe sterk je harnas is. Dan wordt het zoiets. Er is altijd een tegenslag die groter is dan jouw harnas. En het is een beetje een hopeloze route, vind ik zelf altijd. Want je bent soort van constant bezig om nog meer harnas te verzamelen. En waarvoor? Zou je kunnen zeggen, je gooit het helemaal de andere kant op. Wordt gewoon heel flexibel. Beweeg gewoon met alles mee. Ziet er ook nog heel mooi uit op de foto's. Maar zoals mijn collega heel mooi zei, die nam net met mij het verhaal door. Marjolein Punt, dankjewel voor deze one-liner die ik er dan even ingooi. Wie wil er nou een kwal zijn? Eigenlijk heel simpel. Je beweegt met alles mee. Dat is, ja, nee. Daar doe je het eigenlijk ook niet voor. Dus waar hebben we het nou over? Hè? Waar gaat het nou om als je het hebt over veerkracht? Hoe kunnen wij als psycholoog mensen helpen om veerkrachtig in het leven te staan? Ik denk dat dat voor een deel gaat om kijken naar tegenslagen, naar problemen, naar uitdagingen die we tegenkomen. En ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van het boek, ik vergeet altijd van wie het is, maar het gaat over Fragile en Anti-Fragile, heet het in het Engels. Antifragiel. Nicholas Taleb, dankjewel. Kennen mensen het boek? Nou, een paar handen, heel weinig. De grap is, je zou je kunnen beredeneren van waar gaat het om? En wat is breekbaar, wat is fragiel, wat is kwetsbaar? Wat is dat nou? En dat zou je kunnen beschrijven als iets dat snel kapot gaat onder druk. Binnen werk uitvallen, dus iemand is fragiel op een werkplek. Als je snel uitvalt, als er ook maar een beetje stress komt. Dat zou je fragiel kunnen noemen. Wat is dan veerkrachtig of sterk? Hè? Nou, dan zou je dan kunnen zeggen, nou ja, dat breekt niet zomaar. Stressbestendig. Maar dat is niet hetzelfde als het tegenovergestelde van fragiel. Want als fragiel is, het gaat kapot onder druk, en snel kapot onder druk, dan zou het tegenovergestelde zijn, het wordt sterker onder druk. Sterker onder druk. En dat is wat Taleb als antifragiel beschrijft. En dat klinkt dan misschien een beetje gek. Maar als je over nadenkt, zijn er heel veel dingen in het leven, op zijn minst een beetje antifragiel. Ons immuunsysteem, als wij geen enkele ziekte tegenkomen, dan worden we niet sterk. Dan worden we niet antifragieler, zeg maar. Dan wordt ons immuunsysteem wordt niet sterker. En er is onderzoek gedaan naar tegenslagen in het leven. Sowieso blijkt, er zijn meerdere onderzoek gedaan, meta-analyse die vorige week geloof ik uitkwam, of in ieder geval ik zag hem vorige week voor het eerst, die zei, het maakt eigenlijk nog ineens zo heel veel uit of je nou positieve of negatieve life events meemaakt. Hè. Je groeit er van allebei. Maar er is ook onderzoek gedaan naar, nou, niet per se traumatische ervaring, maar zijn negatieve life events zijn, is dat nou erg voor de ontwikkeling van mensen? En de conclusie is, als je erover nadenkt, heel simpel, maar toch wel verrassend, geen enkel negatief life event hebben is eigenlijk helemaal niet goed voor je. En veel te veel negatieve life events hebben is natuurlijk ook niet goed voor je. Maar er zit iets gezonds in het midden. En volgens mij kun je dat verklaren vanuit dat concept van antifragiel. En voor mij is dat waar veerkracht om draait van, laten we, die tegenslagen gebeuren toch wel, die borden vallen en we bedenken ons nog honderd dingen die ook nog kapot kunnen gaan. En opeens zijn we in een zaal met 300 mensen en dan doet eerst je PowerPoint het niet. En dat zagen jullie niet, want toen waren jullie aan het praten. Maar dan doet dat scherm het ook nog even niet. Denk je, hé, maar hier staat mijn verhaal op, straks moet ik de hele tijd zo vertellen. Dus tegenslagen gebeuren.
veerkracht is in mijn ogen daar het beste van maken en daar ook weer van leren. En dat heb je nodig. Dat heb je gewoon nodig. Ga ik toch omkijken. Zit er in gewoonte of zo. En als je het hebt over veerkrachtdefinitie die ik veel gebruik, is die van Luthens en anderen. De definitie die komt uit het begrip van psychologisch kapitaal. Nou, leest u maar mee. Die developable capacity to rebound or bounce back from adversity, conflict and failure or even positive events. En zij zijn ook redelijk optimistisch. Zij zeggen dat kun je ontwikkelen. En er blijkt een ontwikkelbare component in veerkracht te zitten. Echt niet alles. En vroege jeugd maakt hartstikke veel uit. Genen maken hartstikke veel uit. Maar er zit ook een ontwikkelbare component. Als je met mensen gaat praten over hun veerkracht, ook al hebben ze het net zwaar, dan zijn er heel vaak spoortjes van veerkracht te vinden die je kunt aanwakkeren. En dat is tegenwoordig heel in en heel hip. Ik weet niet of jullie al eens hebben gekeken, maar het TNO-rapport is deze week geloof ik wel uitgekomen over de burn-out-epidemie. En dan komen er allemaal organisaties die zeggen, goh, nou, kunnen jullie onze medewerkers veerkrachtiger maken? Nou, dat lijkt me ergens een hartstikke mooi streven. In het zorgen net zo natuurlijk. Hè. De geestelijke gezondheidszorg zou geweldig zijn als alle mensen wat veerkrachtiger worden en dus wat beter met hun psychische klachten om kunnen gaan. Alleen, en dan ga ik even af, denk ik, van de theoretische feitelijke achtergronden en zo. Maar dan wil ik even onszelf als beroepsgroep, notabene 80 jaar als beroepsvereniging en jarig, hoera. Dank jullie wel. Ik wil onszelf even een kritische vraag stellen. Want waarom willen we nou eigenlijk die veerkracht verhogen van al die mensen? Waarom doen we dat nou? Anders hebben we geen werk. Vind ik ook een goed antwoord trouwens. Ja, maar als jij heel goed bent in je werk en iedereen snapt het in één keer, dan kan je daar naar huis. Dat doe je dan de rest van je leven. Nee, dan komen steeds nieuwe mensen inderdaad. Ik heb daar ook alle vertrouwen in voordat de hele wereld gelukkig. Ik maak me nog geen zorgen over mijn werk, maar dat zou kunnen. Maar ik denk dat het een risico is van deze tijd waarin cijfers gewoon heel belangrijk zijn. Cijfers zijn het grijpbare, cijfers zijn het tastbare. Ik denk dat het risico is dat wij ons laten meeslepen in een verbeteren van veerkracht. Want dat zorgt voor minder patiënten in de GGZ. En verbeteren van veerkracht, want dat zorgt voor minder burn-out en voor beter presterende medewerkers. En dat de bottom line elke keer de getallen is waarom we dat doen. Het geld. En geld is belangrijk als middel. Maar ik denk dat het niet de leidraad moet zijn waarom wij ons werk doen. Wij maken mensen niet veerkrachtig omdat dat goedkoper is voor de gezondheidszorg. Hoop ik. We maken mensen veerkrachtig omdat mensen daarvan profiteren. Omdat mensen daar een fijner mens van worden. Voor een betere wereld. Voor een betere wereld, ja. Inderdaad. En dat mogen, vind ik, als psycholoog echt wel eens wat meer gaan uitdragen. En natuurlijk moeten we meebewegen in al die discussies over KPI's en zorgkosten en noem maar op. Hartstikke belangrijk. En natuurlijk kan je niet iedereen helpen, dus moet je keuzes maken en selecteren. En vanzelfsprekend ga je daarbij soms ook kijken naar de quality year of life en wat dat mag kosten, snap ik. Maar dat is niet het doel van ons vak. Het is een middel om te kijken hoe we ons vak zo goed mogelijk aan de buitenwereld kunnen meegeven. Wat ik al zeg, tegenslagen worden bij het leven. Veerkracht gaat wat mij betreft om, hoe gaan we daarmee om? Wie zegt dit plaatje wat? Dit is nieuw, dit is heel integer, het is eigenlijk heel oud, maar dit is nu weer nieuw en hip. Komt uit Japan deze keer. Dit is Kintsugi, als ik het goed uitspreek. Kintsugi is een soort van kunst van het herstellen van gebroken dingen. Maar waar we snel geneigd zijn om alles wat gebroken is, soort van onzichtbaar te herstellen, is het idee bij Kintsugi juist dat je trots bent op die barsten. Dat je laat zien van dit is gebroken geweest en gemaakt is het nog steeds mooi. Er gaan dingen kapot. Hoe gaan we verder? Kunnen we met alle barsten die bij het leven horen het toch weer aan elkaar lijmen en er wat moois van maken? Ook al zie je dat er barsten in zitten. En waarom dan, als het dan niet voor het geld is? Nou, in mijn ogen is dat voor een waardevol leven. Voor floreren. En dat vind ik mooi van het vakgebied van positieve psychologie. Die hebben voor mij in ieder geval,
zijn niet de enige die dat doen. Maar voor mij hebben die een stip neergezet van laten we daar proberen heen te gaan als vakgebied. We gaan kijken hoe we mensen en samenlevingen kunnen laten floreren. Niet door alleen maar te praten over geluk, alsjeblieft niet zeg. Hadden jullie eenmaal databand moeten inhuren. Maar juist door te kijken hoe je kunt integreren wat er allemaal is in de mens. De pijn, de tegenslagen, het verdriet en de mooie momenten en de krachten en de sterke kant en de veerkracht die jullie allemaal ook hebben. En die al jullie cliënten en organisaties waar jullie werken ook hebben. En de grap is, die gaan ook hand in hand. Jos Broschot vertelde net dat hij twee dromen had gehad. Ik denk, oh, ik ben echt jaloers dat je daarmee wakker werd. Ik werd vannacht twee keer wakker van mijn dochtertje van bijna één. Die was ziek. Dus hoor je opeens zo'n gekuch en gehuil in de babykamer en die moest overgeven. En ja, dat is een tegenslag. En zeker als je dan denkt, vanmorgen moet ik voor heel veel mensen spreken. Dan hoop ik maar dat ik uitgeslapen ben, dat ik niet gapend op het podium sta. Maar dat maakt niet uit. Dat is mijn kind. Punt. Daar doe ik het voor. En dat is waar het om gaat. Niet om geld of om wat dan ook. Het gaat om een waardevol leven. Met de mensen om wie het voor jou gaat. En wat ik dan misschien nog wel een mooie definitie vind, niet per se van veerkracht, maar ik vind dat die heel erg raakt aan veerkracht, is die uit Acceptance and Commitment Therapy. Misschien wel bekend. ACT. Derde generatie cognitieve gedragstherapie. En die zeggen van je moet eigenlijk werken aan psychologische flexibiliteit. Je moet mensen trainen, therapie geven, coachen, begeleiden om psychologisch flexibel te kunnen zijn. Maar waartoe dan? Ik zal er niet voor gaan staan, kan niemand het meer lezen. Psychological flexibility means contacting the present moment fully as a conscious human being and based on what the situation affords, changing or persisting in behavior in the service of chosen values. Dus hier zit ook weer veerkracht in, hè, van wat er ook gebeurt, maak er wat van. Maar waarom? In the service of chosen values. En ja, dan kun je natuurlijk vervolgens gaan kijken van hoe doe je dat dan, hè, veerkracht vergroten. En wat ik al zeg, ik ben positief psycholoog. En mijn vakgebied van positieve psychologie heeft een paar hele mooie dingen gebracht. Maar heeft ook wel een risico, namelijk dat ze wat eenzijdig worden. En volgens mij, ja, dat zie je natuurlijk gewoon cultureel. Als je dan gaat kijken naar de geschiedenis van de psychologie of van de filosofie, zie je dat heel veel bewegingen zijn op en neer gaand. En we hebben het allebei nodig. Dus we hebben ook die typische oude psychologie nodig, die zegt, laten we nou inzoomen op de pijn, inzoomen op de tegenslag, praten over een trauma, noem maar op. Daar zit ook een stuk in wat gewoon heel belangrijk is. En waar dat dan wetenschappelijk in zit, ja, dat kan aan 100 dingen zitten. Het werkt, dat weten we in ieder geval. Maar ik denk dat één belangrijk onderdeel daarvan is het erkennen van de pijn of de tegenslag of de negatieve emoties van de ander is een enorm bron van contact leggen. Als die ander zich niet gezien voelt, dan mis je dus die veiligheid die komt van contact. Nou, kom maar in, chronische stress. Als je geen contact hebt, als je niet gezien voelt. En als we klachten weg kunnen nemen, de positieve gezondheid, ik vind het een prachtig concept. Maar het zou natuurlijk raar zijn als je met een gebroken been in het ziekenhuis inkomt en de dokter weet, joh, half uurtje werken in de gipskamer, 6 weken op je gipsbeen lopen en dan daarna weer rustig je spieren trainen. Maar dan zegt hij, ja, nee, maar ik weet nog niet of ik je been ga zetten. Want ik weet niet of dat nou nodig is voor jouw kwaliteit van leven. Laten we het daar eerst over hebben. Dat is ander, hè? Dat is doorgeslagen. Tuurlijk doen we dat ook niet. Dus waar mogelijk klachten wegnemen, is natuurlijk een prachtig werk. En steunende relaties, wat ik al zeg, is gewoon enorm belangrijk om steunende relaties te hebben. Waar denk ik het risico in zit en waar ik van denk dat het heel goed is dat er een tegenbeweging is ontstaan, is dat het erkennen van negatieve emoties kan zijn doorgeslagen in het, ja, twee dingen eigenlijk, het zwelgen in negatieve emoties. En wat je nu heel erg hoort natuurlijk, en dat komt misschien juist weer door de happyology, negatieve emoties moeten er niet zijn, die moeten zo snel mogelijk weg. Terwijl ik denk, negatieve emoties zijn hartstikke interessante, nuttige signalen. Als jouw brandalarm in jouw kantoor af en toe afgaat, omdat er misschien naast geboortes en er wat stof in is gedwarreld. Dus eigenlijk is er niks aan de hand, maar het brandalarm gaat wel af.
Ja, dat is hartstikke irritant geluid, maar je gooit hem niet meteen het raam uit. Waarom willen we dat dan wel met onze negatieve emoties doen? Waarom moeten die wel het raam uit als ze een keer afgaan als ze er eigenlijk geen zin in hebben? Natuurlijk stap ik hier het podium op met een beetje zware benen en een beetje knikkende en misschien sloeg mijn stem in het begin een beetje over. Het zou raar zijn als ik dat niet deed. Maar het is zonde om daarom maar alle emoties weg te gooien of alle negatieve emoties proberen weg te gooien, want dat is niet eerlijk. Maar goed, relaties, hartstikke belangrijk, enorm steunend, op heel veel manieren. En die andere kant van die wip, hè, dus dat werken met de pijn en de tegenslag en het verdriet, heel mooi. Maar de andere kant is ook werken aan wat goed gaat en wat hoop geeft. Dus kijk nou eens welke veerkracht er al is. Ik heb op een gegeven moment een vrouw begeleid in therapie met flinke sociale angstklachten. En opeens komt ze in gesprek, hè, volgende afspraak, en ze zegt, joh, ik was van de week bij het gemeentehuis van Den Haag. En die sociale angst was zo hoog dat ze het al spannend vond om überhaupt in onze hele rustige wachtkamer te zitten. Dus ik denk, gemeentehuis van Den Haag? Ja, dat moest voor mijn dochtertje. Die is zo oud en die moest nu een identiteitsbewijs hebben. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Opeens kon ze het. Er zat enorme kracht in die vrouw, alleen die kwam niet altijd naar boven. En opeens zijn we ook daarop gaan letten van, ja, blijkbaar zijn er ook dingen die je wel kunt. Op dezelfde manier hebben mensen ook allerlei sterke kanten, gewoon in zichzelf. Een van mijn sterke kanten, hoop ik, dat is altijd een beetje tricky om te zeggen, een van mijn sterke kanten is humor. En dan, nou, dit scheelt dan weer, dank jullie wel. Heel fijn, jullie hoeven niet meer te doen alsof, maar gewoon dit lachen was even. Maar dat maakt het voor mij makkelijker om contact met jullie te leggen. Maar dat betekent niet tot de volgende, er is geen volgende spreker, maar tot een volgende spreker die ook zenuwachtig is, denkt, oh, ik moet dus ook grapjes maken. Als humor daar niet bij past, dan moet je dat niet doen. Hè? Maar je eigen sterke kanten vinden en daarmee het beste van de situatie maken, is gewoon heel nuttig en prettig, want dat geeft weer grip. Die sense of coherence waar het over ging in de positieve gezondheid, sense of coherence, grip hebben en het gevoel hebben dat je er wat aan kunt doen, nou, dat haal je ook uit je sterke kant, omdat je opeens beseft, ik kan dingen. En zingeving, waarde, helpt natuurlijk ook enorm. Maar dat is een heel makkelijk verhaal, want dat is een beetje het klassieke psychologenverhaal. Maar wij psychologen zijn heel goed over het algemeen in het individu helpen. Er gebeurt van alles in het hoofd en daar meten we dan van alles aan. Maar wat we denk ik soms vergeten is dat veerkracht niet alleen in iemand zit, maar ook juist in de omgeving. En ik denk dat we ook daaraan mogen werken. Er is een... Ik ben ook mindfulness trainer. Ik vind mindfulness een prachtige methode voor sommige vraagstukken. Maar er is in Amerika een verhaal dat er op een gegeven moment een bedrijf was. En dat zei, oh, wij zijn een goed bedrijf. Wat wij doen, wij geven al onze medewerkers een training mindfulness. Nou, denk ik in principe, nou, klinkt heel aardig, heel behoorlijk. Hè. Dat kan mensen op allerlei manieren helpen. Wat bleek nou de redenering van dat bedrijf te zijn? Dan kunnen ze straks beter met de reorganisatie omgaan, waar 15-20% van de mensen ontslagen wordt. Maakt zich daar niet zo druk over, dat is toch prettig? Nou, dat gaat natuurlijk ook alweer over het doel van veerkracht. Hè? We geven nou onze psychologische hulp om dat bedrijf het lekker makkelijk te maken om mensen te ontslaan, of zit daar nog een hoger doel achter? Maar het geeft denk ik ook heel mooi aan dat veerkracht niet in een vacuüm bestaat in een mens, maar dat veerkracht ook afhangt van de steun die je ontvangt, van je manager of van je partner. Dat veerkracht ook afhangt van de mogelijkheden die je hebt. En dat gaat... Nou, bijvoorbeeld in dat onderzoek ook over discriminatie. Mensen die gediscrimineerd worden, die ervaren of hebben, of allebei, minder mogelijkheden. En dat gaat ook bij kinderen, bij volwassenen, bij iedereen. Het gaat om veel meer dan alleen maar wat je zelf in je hoofd hebt op je eigen mentale processen. Veerkracht is veel meer dan alleen maar jouw eigen psychologisch kapitaal, denk ik. En dat mag nog een stapje verder, wat mij betreft, nu we toch met z'n allen zijn om onze verjaardag te vieren. Ik zie hier een paar hele mooie teksten. Wie luisterde nou naar één psycholoog? En één psycholoog kan niet alles weten. Psychologen krijgen samen meer voor elkaar. Ik las van de week een ander krantartikel. En dat ging over ons vakgebied, over psychologie. De psychologie is in crisis. Al jaren zo, hè? Diederik Stapel, replicatiecrisis. En volgens komen al die oude sociaal-psychologische experimenten komen niet meer uit de experimenten die we nu doen. De cijfers kloppen niet, de resultaten kloppen niet, onze conclusies. Er zijn opeens allemaal dingen niet meer waar. Nou, dat zou je een crisis kunnen noemen. In dat stuk brachten ze de crisis nog een stukje verder, dat ze zeiden van ja, we hebben ook wel heel erg hard geprobeerd om op de natuurkunde en de wiskunde te lijken. We willen alles in cijfers vatten. En
nou ga ik geen betoog houden tot dat fout is en dat we allemaal weer de andere... Daar gaat het me eigenlijk juist niet om, om wat het antwoord is. Waar het me om gaat is, blijkbaar komt ons vakgebied er op dit moment niet uit. In sommige opzichten. We worden zelfs vergeten in het groepje van de positieve gezondheid. Dan denk ik, doen we wat fout als vakgebied. Ergens gaat er wat mis. Vind ik jammer. Dus ik hoop dat we dat nu kunnen goed gaan maken. Dat contacten zijn gelegd. Maar als je een cliënt hebt of een team hebt wat tegen in een crisis zit, dan zien we natuurlijk exact hetzelfde gebeuren wat ook bij ons zou kunnen gaan gebeuren. Hè? Dat je gewoon geschreeuw krijgt wie er gelijk heeft. Nee, harder, meer empirisch, kwantitatiever. Nee, kwalitatief onderzoek moet weer terug. Introspectie, nog veel meer stroming. Ik zag laatst ook wel artikelen over de psychoanalyse, psychodynamische aanpak. Lijkt opeens weer heel veel steun te krijgen uit nieuwe onderzoeken. Ik ben daar niet ingedoken, ik weet het niet of het klopt. Maar dat komt langs, hè? Dat komt allemaal weer terug. En volgens mij, als wij als psychologen veerkrachtig willen omgaan met de troebele wateren waar we ons in bevinden, dan is het denk ik dus geweldig dat we hier met z'n allen zijn. Want wie van jullie werkt er in de GGZ? En wie van jullie werkt er in arbeid en organisatie? Arbeid en gezondheid. Misschien zijn er wat handen die blijven. Jeugd. En er zijn er nog allerlei kleinere clubs die eronder hangen. De wetenschap. Langdurige zorg, onderwijs, ouderen. Maar we hebben hier best een gemengd publiek. En dat vind ik zo mooi van het NIP. Ik ben jarenlang actief geweest bij het NIP. Het NIP is een, zegt het altijd mooi, huis van de psychologie. Nou, wat is dat dan? Ik denk dat het onder andere is dat wij hier met z'n allen zijn met al die verschillende stromingen en dat we met elkaar kunnen praten. En dat we veerkrachtig kunnen omgaan met de vraagstukken van deze tijd vanuit ons vak. En dat we dat niet moeten oplossen door te zeggen, ik heb gelijk, nee, ik heb gelijk. Dat ook niet moeten oplossen met, het moet op mijn manier. Ik ben wel positief psycholoog, maar cognitieve gedragstherapie is een prachtige methode en die moet je vooral blijven doen. Ik denk alleen dat het heel waardevol is om te beseffen dat er ook andere methodes zijn. En dat geldt denk ik voor heel veel terreinen. Op dezelfde manier kan de GGZ prachtige dingen betekenen en tegelijkertijd moeten ze samenwerken met de ANO en de ANG om te zorgen dat dat elkaar versterkt. Gebeurt nog niet altijd, is ook heel moeilijk om te organiseren. Maar dat is wat mij betreft een veerkrachtig vakgebied, een veerkrachtige psyche in een veerkrachtige vereniging ingebed. Om echt met z'n allen te kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Met ieder zijn kunde, ieder zijn specialiteit. Maar ook het besef, één psycholoog kan niet alles weten. En psychologen krijgen samen meer voor elkaar. Het is heel grappig, maar ik wist helemaal niet dat deze er zouden hangen. Maar het is echt alsof ik dit... Nee. Dank jullie wel. ter afronding. Ik heb heel veel verschillende dingen verteld. Ik heb een soort van samenvatting proberen te maken. Wat altijd een beetje onhandig is, want eigenlijk is jullie samenvatting voor jezelf veel nuttiger. Dus voordat ik mijn samenvatting geef, wil ik je even vragen, denk eens 10 seconden voor jezelf. Nou, wat neem jij nou mee van vandaag? Mag je gewoon voor jezelf bedenken. En naast tot al jullie antwoorden en dingen die jullie meenemen voor jullie waar zijn, dus prachtig zijn, heb ik ook nagedacht, wat hoop ik nou dat jullie meenemen? Nou, dat heb ik proberen samen te vatten. Ik denk, veerkracht en lijden allebei horen bij het leven. Er is lijden, ja, maar er is ook veerkracht. Mensen zijn ongelooflijk veerkrachtig. In ons werk is mijn idee dat het heel krachtig, heel waardevol is om de balans te zoeken. Erkenning, contact, meegaan met de pijn, tegelijkertijd er niet in verdrinken met z'n allen. En niet alleen maar met die pijn blijven. En ook mensen de stip op de horizon voorhouden. Er is ook nog van alles wat wel goed gaat. Er zit kracht in jou. Ik geloof ook daarin. Ik snap dat het niet vanzelf gaat. Hoeft ook niet vanzelf. En laten we dan met z'n allen kijken wat wij als psychologen kunnen bijdragen aan een betere wereld, zoals het daar heel mooi gezegd werd. Een waardevol leven, floreren. Niet alleen op individueel vlak, ook juist als maatschappij, als geheel. En laatste stukje verhaal. Deze foto is gemaakt op het strand van Finisterre. Ik ben 2013 ben ik van Bilbao naar Santiago de Compostela gelopen. Dat is een flinke wandeltocht. En vervolgens het
Als dat wandelen helemaal in je benen zit, dan blijf je doorlopen. Ben ik nog doorgelopen naar de kust. En dan is het heel traditioneel in de Camino de Santiago, is dan dat je op het strand van Finisterre kijkt naar de zonsondergang. En dat was ook wel een mooi moment, vond ik. Want dan loop je daar en dan loop je dat strand op en dan loop je de zee in. Ja, dan is de weg klaar. En dan zie je dit. Maar mijn belangrijkste les uit die Camino, denk ik, is dat het helemaal niet gaat om het doel waar je naartoe loopt. Het concrete eindpunt. Die kathedraal van Santiago, dat was wel tijdens de reis was dat de hele tijd waar het om ging. Hè? Van ik loop door, want ja, ik ben er nog niet. Ik kan ook vandaag stoppen, maar waarom? Want morgen of overmorgen, volgende week ben ik in Santiago. Maar toen ik daar was, was dat helemaal niet waar het om ging. Dat was helemaal niet wat mij gelukkig maakte of tevreden. Het was wel zo'n moment van, nou, het is een bijzonder moment. Maar de dag erna dacht ik ga weer verder lopen. Ons vak is bij uitstek een vak, de psyche is bij uitstek iets wat doorgaat van geboorte, of zelfs pregeboorte in de baarmoeder al, tot aan je overlijden. We hoeven niet iets bereikt te hebben op een bepaald punt. We mogen groeien en dan dalen we weer een beetje en dan groeien we weer een beetje verder. Laten we met z'n allen helpen om de wereld een beetje mooier te maken. En om mensen te helpen groeien op die weg die het leven heet. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Nou. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel, Matthijs. Je mag eventjes alvast plaatsnemen. Ga plaatsnemen. Dank voor de mooie woorden ook. Ik moest de hele tijd aan Nip denken. Hm? Ja, ik moest de hele tijd aan Nip denken. Wat willen we nou bereiken? Wat is belangrijk? Hoe kunnen we bijdragen aan een samenleving? En dat met mensen van alle verschillende perspectieven. Ik wil, Maya is gebleven, was eigenlijk niet de bedoeling, maar wil je ook erbij komen bij de discussie? Kom erbij. En Jos ook. Nu is het tijd voor de vragen, maar ik zie zo'n mooi bruggetje dat ik het nog even zeg. Vandaag is de ledenpeiling online gegaan van het NIP. Wat willen wij nou, wat willen jullie nou als leden? Dat willen we heel graag weten, want dan gaan we de juiste kant op groeien. Als jullie thuis zijn, graag eventjes je mening geven en laten weten hoe we kunnen bijdragen aan een beter NIP. Is er iemand die een vraag heeft voor het panel? Ja, ik zie daar een vraag. Komt er een microfoon aan van de studenten die nu aan het rennen zijn? Yes. Ik kijk al waar was de vraag. Moet ik even mijn naam opnemen? Ja, je hebt er nog. Mijn naam is Sven Rovers. En Matthijs, bedankt voor je inspirerende verhaal. Alle sprekers trouwens bedankt voor de inspirerende verhaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet een hele specifieke vraag. Het is meer een soort overdenking. En dan zou ik jullie in die zin dan willen vragen van, misschien kun je daar weer op reageren. Toen je aan het vertellen was, Matthijs, toen moest ik erg denken aan een boekje wat ik ooit jaren geleden tijdens mijn psychotherapieopleiding heb gelezen van Viktor Frankl over de zin van het bestaan. En ik vond het zo mooi dat jij op een gegeven moment kwam met niet zozeer een waardevol, maar een waardenvol, hè, vanuit acceptie. En toen bedacht ik mij, ook naar mijn eigen leven gerelateerd, dat de momenten waarop het mij lukte om zeg maar terug te stuiteren vrij snel na een tegenslag, dat eigenlijk heel erg gerelateerd was aan dat ik wist dat ik bepaalde waardes heel belangrijk vond. En dat er eigenlijk ook helemaal geen vraag voor mij was om die los te laten. Dus ook al was het een tegenslag, die waarde was belangrijk. En dat betekende dat ik vanuit die waarde bleef handelen. Dat het van daaruit een soort innerlijke motivatie was om niet te stoppen, zeg maar. En ja, dat was voor mij wel net iets wat ik dacht van, hé, dat vind ik wel leuk om dat en wat het mooie als, dan stop ik, is dat van waardes is natuurlijk niet aan een individu gekoppeld. Want als die waardes duidelijk zijn in een organisatie, en een organisatie is in crisis, maar heeft die waardes wel duidelijk, is dat ook weer een bron om, en een maatschappij die duidelijke waardes heeft. Dus zo zat ik een beetje te denken. Ik ga er toch even een vraag van maken, want nu ben ik heel erg benieuwd, Jos. Prima. Hoe heeft het nou met jouw verhaal te maken? Duidelijk weten wat je waarden zijn. Hoezo voorkomt dat stress? Of... In mijn verhaal zou het in zoverre passen dat we... Wij doen als mensen steeds maar moeite om
in het bewustzijn omhoog te halen wat onze waarden zijn. Terwijl ik denk voor een heel groot deel komen we daar nooit achter. Merk je alleen aan, wel aan hoe je je voelt. Of anderen zien aan jou hoe je je voelt. Van wat goed voor jou kennelijk is. En als, als ik bijvoorbeeld een wandelvakantie heb in de Dordogne of in La Palma. En de eerste dag is best wel moeilijk. En de tweede dag, het lijkt wel alsof mijn lichaam ervan geniet om weer in de benen te gaan. Wat is dat? Wat is dat voor waarde? Ik heb geen idee. Ik denk dat, uit mijn verhaal, de waarde die dieren en mensen hebben, zijn waarschijnlijk de dingen waar we gewoon voor gemaakt zijn. En wij zijn voor een heel groot deel sociale dieren. En daarom zijn heel veel van onze waarden met het sociale te maken. En die kan je wel tot aan je dood ergens naar streven. Maar zolang je, zoals mijn ouders van 91 en 92... Ja, even een korte anekdote die wel erg grappig is. Mijn moeder die was in de tuintje aan het werken, 92. En ze heeft 1000 planten, is een heerlijke chaos. En er komen altijd mensen langs en die zeggen daar wat over. En een paar maanden geleden was er een dametje kwam langs en die begon zo'n gesprek. En die zei toen plotseling heel serieus tegen mijn moeder: ik wil even graag met u praten over de toekomst. En mijn moeder schrok ze. Die dacht meteen, denk, wat een Jehovah getuige. Dus mijn moeder reageerde vrij prompt van: toekomst? Ik heb helemaal geen toekomst. Nou ja, het heeft alleen maar verleden. En we moesten daar zo om lachen als zonen van haar. En ik heb dat verhaal heel vaak verteld, want ik vind het prachtig. Mijn moeder die geniet al verschrikkelijk van het leven. Maar toekomst heeft ze. Ja, ze wil 100 worden. Maar dat is meer een soort, dat is dat getal. Hè? Die moeder heeft blijkbaar toch wel een doel. Maar... Ja, maar dat is niet haar echte doel. Haar echte doel is, ja, leven. Als je het haar vraagt van lekker in de tuin. Maar ja, wat is dat dan, lekker in de tuin? Misschien nog een ander antwoord, als ik nog even mag. Een boek wat op mij heel erg veel indruk heeft gemaakt. Een vrij eenvoudig boek van Foley. Dat is een Brit uit Groningen. Misschien kent u het. The Age of Absurdity. Dat is ook in het Nederlands. En die haalt allemaal filosofieën, Boeddha, alles, Seneca bij elkaar. Op een hele simpele, heldere manier. En een van de belangrijkste dingen is, van we verwachten steeds dat er nog iets komt. Entitlement is heel belangrijk. We denken dat we recht hebben op van alles in onze samenleving. Of een oud collega van mij die zei van, ja, weet je wat mijn probleem was? Ik dacht altijd dat er nog iets zou komen aan het eind van mijn carrière. Nou, er kwam niks. Hij ging met pensioen, er was niks. Mensen waren hem vergeten. Het was klaar. En dat heeft me enorm gewaarschuwd. Van, ik moet ook helemaal niet van dat soort waarden. Nou, het wordt voor mij steeds makkelijker omdat ik ouder word. Maar het wordt makkelijker als je ouder wordt. Ja. Kijk, dat is heel fijn om te horen. Dat het makkelijker wordt als je ouder wordt. Dus, ja. En ik zie ondertussen nog geen handen. Dus als je vragen hebt, steek alvast je hand op. Komt er een microfoon aan. En ondertussen ben ik nog heel benieuwd. Want je bent nog eventjes gebleven, Marja. Wat is er nog iets wat je is bijgebleven? Aart, ik heb zo'n vraag als het mag. Achterin, Aart. Micho heeft de microfoon. Ja, zometeen. Nou ja, eigenlijk ook een beetje weer voort op wat jij net vertelde. Hè, over die waarde van wat ik zeg maar ook in mijn werk zie. En wat ik ook weer uit jullie verhalen haal. Is dat we heel vaak heel erg geneigd zijn om de waarde van de ander te al denken te weten. Althans, dit is wat ik heel vaak om me heen zie. En dat het vooral zo belangrijk is juist het contact en het echt oprecht luisteren. En het achterhalen van wat dan die anders zijn waarden zijn. Hè, wat jij zegt van jouw moeder in dat tuintje. Dat is voor die ander misschien niet heel ogenschijnend kleins of er niets toedoend. Maar voor die persoon is dat juist weer iets heel groots. He, dus, en ik sprak bijvoorbeeld vanmiddag ook nog een GGZ-verpleegkundige. Die mij ook belde van nou, hoe kan ik dit nou toepassen in mijn werk. En ik schrijf mijn scriptie over positieve gezondheid. En dat zij ook zei van ja, wat ik eigenlijk ook een leuke manier vind. Is dat ik ook probeer aan mijn collega's in het veld. Ook eens met dat spinwebje het gesprek aan te gaan. Ja, het gaat ook niet alleen om het scoren, maar juist om het gesprek eromheen. En dat ze ook zei van nou, het is ook zo leuk om eens te kijken van hoe jij dan dat van tevoren denkt. Ja, hoe jij dat nou zou scoren voor degene die, met wie jij in gesprek gaat. En hoe die persoon dat nou zelf voor zichzelf scoort. En dat haar ervaring is dat uiteindelijk je dus heel vaak ziet dat hoe die zorgverlener, in dat geval vaak GGZ-wijkverpleegkundige, dat hij dat totaal anders invult dan die cliënt die voor hem of haar zit. Hè, dus het is ook zo belangrijk om echt uit je eigen waardepatroon te stappen. En ook echt de ruimte te geven om de waarde van die ander te achterhalen.
En ik denk, die intentie hebben we natuurlijk wel, altijd heel erg. Alleen we hebben soms toch ook weer in die snelheid en die waan van de dag heel erg het nodig om daar ook weer eventjes aan herinnerd te worden en om daarin bekrachtigd te worden. Dus ja. Ja, mooi. Ja. Contact. Contact. Ja. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja, ja. Nou, de borrel is bijna. Dat is een mooi moment ook voor het echte contact. Dus dat, Michael. Ja, ik zit een beetje met het punt dat wordt geponeerd. Of de assumptie er is dat veerkracht een kwaliteit op zichzelf is. Ik ben zelf bezig met het onderzoek in de positieve psychologie en dan in de ontwikkelingspsychologie. En dan ook in de lijn van Seligman. En dat je meer kijkt naar aspecten als optimisme, empathie, doorzettingsvermogen en dergelijke. En dan eigenlijk te kijken hoe dan veerkracht ook een constitueert concept kunnen zijn. Dus dat er verschillende factoren zijn die het maken, die maken wat veerkracht is. En ik mis een beetje dat aspect. En ik mis eigenlijk ook een beetje het aspect om te kijken naar de ontwikkelingspsychologie. En want als je nu kijkt van ontwikkelen we ons als persoon, als mens, is natuurlijk die ontwikkelingspsychologie ontzettend belangrijk. Dus ik vind dat we eigenlijk wat dieper daarop moeten doordenken. En een andere is ook een klein beetje wat een discussie, een gesprek ook wel in de positieve psychologie is. Hoe verhoudt zich dat dan tot alles wat negatief is? Hè? Dus voor ons als in het onderwijsveld werkt, hebben we het over comorbiditeit. Nou, aan de andere kant is, wat is het samenspel van factoren die vitaliteit of positiviteit bevorderen? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zijn het dingen die in elkaars verlengde liggen of het gaat over een duaal traject? En op dit moment zijn er aanwijzingen in Amerika op basis van onderzoek dat het om een duaal traject gaat. Aan de ene kant de negatieve kant en de andere kant en de positieve kanten. En die verdieping, daar heb ik behoefte aan. Dat is veel fundamentele onderzoek, ook echt richting de ontwikkelingspsychologie om daar te kijken. En ik denk dat we dat debat, of dat debat, dat proces zeg maar met elkaar in moeten gaan om dat verder uit te zoeken. Dus dat is even mijn opmerking hier. En, want er wordt te veel geponeerd alsof veerkracht iets veerkracht is aangeboden. Oh, wacht even. He, dus dat viel net even in een dingetje. Even terzijde voor degene die rechts zit, ik ken je niet helemaal. Ik heb ik weet niet of je een hoogleraar kent in Amerika, maar die heeft gelijk onderzoek gedaan als jij, waarin veiligheid centraal staat in stress. Ik heb hem meegemaakt in Mainz op de scholing die hij heeft gedaan. Hij heeft iemand wereldwijd aan de weg. Dus als je hem niet kent, kan die heel interessant voor hem zijn. Maar ik heb zijn naam thuis, maar niet hier. Ik hoor hem graag. Nee, maar ik zat, hij is echt wereldberoemd op het element van safety, stress. En hij heeft een hele theorie ontwikkeld. En hij is echt een hoogstaand hoogleraar in Amerika. Ja. Hoogstaand in de zin. Kennen jullie elkaar vast? Nee, ik moet even contact. Dus even een naam tip terzijde. Ja. Misschien een eerste reactie. Helemaal mee eens. eens. Ik denk dat juist de kracht is inderdaad. Ik zit niet zo goed in de ontwikkelingspsychologie. En ik vind het prachtig om te horen dat daar dus ook al zo'n beweging gaande is. Ik ben het helemaal met je eens dat het... weet ik ergens wel wat van, maar daar weet ik niet genoeg van. Dus daar vertel ik dan niet over. En ik vind het heel mooi om te zien dat er dus op allerlei manieren wordt gekeken. Hoe ga je om met negatieve ervaringen, met positieve ervaringen? Wat is veerkracht nou? En dat veerkracht kun je in wetenschappelijke definities duiken. En dan krijg je allemaal van die hele hokjes. En dan krijg je volgens verschillende hokjes. En dan snappen wetenschappers elkaar niet meer. Maar het idee van veerkracht als een soort van overkoepelend begrip waar verschillende dingen onder hangen, als ik je goed begrepen heb. Maar ik weet niet of je het zo bedoelde. Ik denk dat we de discussie gaan bewaren voor tijdens de borrel. Bewaren voor in de... Dat gaan we tijdens de borrel doen. Verder gaan we het vervolgen. Wij gaan straks gewoon nog even verder praten. Dan gaan we elkaar beter begrijpen. Maar veerkracht, ja, wat maakt mensen veerkrachtig? En dat daar meer onderzoek en ook fundamentele onderzoek naar mag komen, daar ben ik het heel erg mee eens. En ook goede gesprekken om elkaar beter te begrijpen. Zeker ook. Ik denk dat de microfoon al verder is naar de volgende vraagsteller. Ja. Ik vind het altijd wel fijn om verschillende visies aan elkaar te proberen te knopen. Ik hoor enerzijds het verhaal van uw meneer aan de rechterkant voor mij. Echt het creëren, het kunnen creëren, vinden van veiligheid. En juist het ontbreken van veiligheidsgevoel, dat het hele stressorsysteem blijkbaar aanzet. Ik vroeg me af, hoe verhoudt zich dat tot de positieve psychologie? Hè? Welke verbindingen zijn erin te vinden? Het zelfstandig kunnen creëren of door de externe omgeving laten creëren van een veilige omgeving, hoe zich dat verhoudt tot de positieve psychologie en de waarden, zaken die daarin de hoofdrol spelen? Ik denk dat de positieve psychologie zal neigen om ons op te slokken. Een deel uit te laten maken van hun
sexy, zoals het bij de EPA heet, of heet het hier ook sexy? ik heb altijd, ik heb al heel lang een soort notitie van ook de positieve psychologie annexeren. Dat staat letterlijk ergens. Dat heel veel onderwerpen daaruit. Die zijn een aantal, niet alles, zijn te begrijpen middels die default stress theorie en dat onbewuste gevoel van veiligheid. Zoals ik met mijn laatste slide. Als er geen veiligheid is, dan komen al die onderdelen, die waarschijnlijk onderdelen zijn van veerkracht, kunnen niet ontstaan. Zoals autonomie, creativiteit, exploratie en zo. Hey, want als het niet veilig is, dan blijf je altijd in die stand staan van een noodstand, hè, noodtoestand. En dat is zelfs neurobiologisch onderbouwbaar. Als de parasympathische activiteit, als de sympathovagale balans, zeg maar, omslaat richting sympathisch, dan is het brein in allerlei opzichten, cognitief, biologisch, is minder flexibel. En dus die collega van mij, Julian Thayer, zijn bijna zijn hele leven al mee bezig. Dus het is echt een ontzettend belangrijke conditie. Dat die basisveiligheid, als je die niet hebt, dan komt de rest ook niet. Dan komt die veerkracht ook niet. Overigens zijn er wel verschillen in, aangeboren verschillen in veerkracht. Hoor. In ieder geval bij dieren is dat heel vaak onderzocht. Maar dat is gewoon weer een andere variabele in het plaatje. Ja. Het klinkt ergens als een mooi toekomstbeeld dat positieve psychologie gewoon alle interessante onderwerpen annexeert. Positieve psychologie is 20 jaar geleden opgericht, wordt dat dan vaak genoemd, door Martin Seligman als een tegenwicht. Hij zegt, die wip hangt te veel naar de kant van we kijken alleen maar naar het negatieve en naar problemen en hoe we daarmee om moeten gaan. We zijn vergeten wat er aan floreren zit. Maar wat mij betreft, positieve psychologie is een, als term vind ik heel sterk, omdat het maakt dat die wip weer de andere kant op kan gaan bewegen. En tegelijkertijd blijft het allemaal het vakgebied van de psychologie. En wat mij betreft horen dus altijd gewoon bij elkaar. En is de stresstheorie, zoals jij die schetst, pas prachtig binnen de positieve psychologie, maar ook, denk ik, prachtig binnen organisatiepsychologie of klinische psychologie of noem maar op. Noemt Seligman het ook niet anders tegenwoordig? Perspective? Ja, een andere terminologie wordt weer gebruikt. Er worden steeds andere termen. Er wordt ook wel de psychology of optimal performance genoemd. Dan weet je wel waar we het voor doen, hè? Dan moeten we dat weer doen. Dat schijnt het heel goed te doen in de marketing voor trainers die bij organisaties aan de slag willen. Er zijn verschillende namen in omloop. En Martin Seligman heeft ook wel eens gezegd, eigenlijk ben ik niet meer zo blij met die naam positieve psychologie. Maar we hebben het er op dit moment toch nog steeds mee te doen. Daar vond ik het ook zo mooi dat je het dan generaliseert. Nou, laten we voor de mensheid iets moois maken voor het individu. Dat is het doel. En of je dan vanuit de ene stroming doet of vanuit de andere. Volgende vraag. Ja, ik denk dat ik een beetje aansluit bij de vorige vraag. Ik ben ook heel erg getriggerd door de langdurige stress. Zou je iets harder willen praten? Oh ja, sorry. Oh, je moet staan. Oh, staan, sorry. Ik heb het al gezien. Ja. Ik werk in de ouderenzorg en dat zijn vaak mensen met dementie, met een beschadigd brein. En het sluit heel erg aan, denk ik, bij de dagelijkse praktijk, dat wij heel veel mensen zien, en dat geldt misschien ook voor andere werkvelden in de langdurige zorg, dat wanneer je brein beschadigd is en die frontale cortex niet goed werkt, dat je eigenlijk per definitie dus chronisch gestrest bent. En wat betekent dat voor ons als behandelaars? En hoe kunnen we bij die mensen waarbij dat brein niet goed werkt, iets bieden aan behandeling? Oeh. Nou, dat is een goede vraag. Ja, ik heb wel een paar voorlopige antwoorden op. Eén is inderdaad een van de vele soorten onderzoek waar we naar verwijzen als het gaat om die prefrontale onderdrukking van de default stress response, is onderzoek waarbij dan wel per ongeluk of expres bij dieren delen van de prefrontale kap zijn weggehaald. Waarbij je dus inderdaad een vrijwel chronische of een zeer irriteerbare subcorticaal gebied ziet. Dus dat klopt. Het is, ja, het is weinig aan te doen in die zin. Vooral ook, en dat is mijn tweede antwoord, omdat wij denken dat heel veel van die onderdrukking van die default stress response via die prefrontalis gaat. Die dus informatie integreert uit het lichaam en uit de omgeving. En dat als het ware calculeert in termen van veiligheid. Zal dat ook niet gebeuren.
Dus ja, vrij hopeloos. Ik ben geen geriater, geen neurobioloog. Dus ik zou niet weten wat voor een omgeving je zou moeten bieden. Behalve dan medicinaal. Hè, medicinaal, medisch-biologisch aanpakken, zodat... Maar ik weet ook niet... Aanraken is inderdaad heel... Ja. Hele goede... Wie zei dat? Kijk naar mijn achterburen van zo straks. Als ik daar mag aanvullen, ik denk inderdaad aanraken... Ik ben ook geen neurowetenschapper, dus van de hersenkant weet ik heel weinig. Maar ik weet dat aan de TU Delft heb je een instituut voor positive design. En die zijn heel erg positieve psychologie aan het integreren. Ik zie al knikken, ik denk dat het voorbeeld wat ik ga vertellen misschien al wel kent zelfs. Die integreren het ontwerp van producten, tastbare dingen. En dat doen ze op basis van de wetenschap van floreren van positieve psychologie. En die doen een aantal dingen. Een bekend voorbeeld, wel eens langs zien komen misschien, is dat ze een foto maken van de oude voordeur. En die op de deur plakken in het verzorgingstehuis. Dat geeft mensen een enorm gevoel van thuis. En ik denk dat dat heel mooi aansluit ook bij de stresstheorie zoals jij die schetste. Dat dat dus weer toch een stukje veiligheid kan oproepen. Ja. Als die herinnering ergens nog zit. Hè? Niet expliciet, maar misschien wel onbewust. Ja, aanraken. Ik herhaal het even. Cradle, waarmee je met aanraking en geluid inderdaad weer die herinnering opwekt. Maar het is een hele belangrijke vraag van wat nou precies die chronische stressrespons dan onderdrukt... om weer terug te komen bij mensen die echt delen daarvan van die prefrontales kwijt zijn. En het is, ik weet niet of ik die hypothese mag stellen, want ik ben nogmaals geen hersendeskundige. Maar het zou kunnen zijn dat die hele primaire dingen, zoals aanraking, socialer kan je bijna niet worden... Dat die wel zouden kunnen werken. Eén reden waarom ik dat denk is dat het bekend is... dat couveuse, te vroeg geboren baby's... als je die simpelweg 3 keer per dag 15 minuten aanraakt... en een beetje beweegt, groeien ze 50% sneller. En die hebben nog nauwelijks ontwikkelde hersenen... en prefrontale onderdrukking. Ja. Dus het zou kunnen dat oudere banen zijn... waar je gebruik van zou kunnen maken. Maar dat is zeer hypothetisch. Okay. Ik moet voorzichtig zijn, want ik ben hier de enige wetenschapper, geloof ik. En tegenwoordig is muziek ook heel erg in opkomst. Hè? Van naast al die dingen als die Cradle, met deuren, met stickers, herinneringen van vroeger. Zijn ze tegenwoordig ook heel erg met muziek bezig en met dementerende gaan zingen. Omdat dat enerzijds herinneringen terugbrengt, maar anderzijds het zingen ook best een complex hersenproces is. Waarbij je dus ook heel veel verbindingen tegelijkertijd toch weer aanspreekt. Ja, dus dat schijnt ook hele mooie... Ik denk in het kader van de theorie, wat er nu gebeurt is dat er een soort beweging is. Dat je probeert om die omgeving extra veilig voor mensen te maken. Om het te compenseren voor het tekort wat ze vanuit hun brein hebben. Dat lijkt een beetje de beweging te zijn. Maar is dus helemaal nog niet duidelijk of dat ook echt zo werkt. Maar dat is wel wat ik veel zie gebeuren, ja. We gaan zo naar de volgende vraag. Hier willen mevrouw iets toevoegen. En hier zit iemand die heel graag iets wil vragen. Dus gaan we eerst iets toevoegen en daarna de vraag. Ik loop even met deze microfoon. Bij de laatste psycholoog was een verhaal, onderzoek... over het beschrijven van het levensverhaal van deze dementerende mensen... waardoor ze een volledige persoon... als volledige persoon worden gezien... en niet alleen als mensen die op dit moment tekortkomen... Dat was bij de laatste psycholoog. Ik vond het heel bijzonder. Ja, super. Iedereen heeft misschien nog niet de psycholoog helemaal kunnen lezen, maar u wel, dank u wel. Ja, hallo. Ik mis een beetje de spirituele aspecten in het verhaal. Want veerkracht heeft natuurlijk ook heel veel mee te maken. Hoe ga je met stress om? En toen ik een tijd geleden ben afgestudeerd, heb ik naar het modererend effect gekeken van spiritualiteit op de relatie stress-welzijn. En er is een significant effect. En ik heb het niet alleen dan over de sociale component van religie en meditatie en gebed. Maar ook, dus inderdaad op hersenniveau, heart rate variability... Ik zag in die grafieken van de positieve gezondheid... dat de aandacht voor spiritualiteit vooral vanuit de wetenschap en politiek minimaal is. Terwijl de patiënt, als die dus patiënt is, daar enorm behoefte aan heeft. En ik heb zelf ooit dat is natuurlijk heel subjectief, maar een experimentje gedaan. Ik moest van een fysiotherapeut heel intensief op zo'n fiets...
En dan gaan ze daarna de heart rate variability kijken of die herstelt. Nou, dan krijg je dus een hele wilde grafiek. Ik ben een beetje ADD. En toen dacht ik, nou, ik ga mediteren, maar ik ga het hem niet vertellen. En toen kreeg ik dus gewoon, die parabool was gewoon, nou, hij had hem nooit gezien. En dat was eigenlijk ook voor het eerst dat ik zelf echt overtuigd was van het effect van die transcendente meditatie. En ik begrijp niet zo goed. Het is echt, toen ik onderzoek deed, was er nog niet zoveel, ik kon er nog niet zo heel veel over lezen toen ik afstudeerde. Maar nu, je kunt nu met je gedachten apparaten aansturen. Ik neem aan dat de meetapparatuur verfijnd is. Het is wel echt bewezen dat het effect heeft op je, ik neem aan ook op je veerkracht. Maar ik mis dat nog steeds in al die verhalen over positiviteit. Ik denk, met die inhibitie van die stress, het is wel, ik had dat niet verwacht, dat het inderdaad onderdrukken van stress is in plaats van. Maar goed, ook daarin denk ik dat meditatie echt een effect heeft. En ik mis de aandacht daarvoor. Ja, ik kan het vanuit ons verhaal misschien ook wel praktisch, zeg maar, insteken. Of in ieder geval misschien wel pragmatisch. Wat wij vooral heel erg wilden, zeg maar, vanuit ons onderzoeksgebied. We zaten natuurlijk uiteindelijk veel meer vanuit het, in eerste instantie, meer vanuit het somatische, het medische. Met een huisarts, bril op, et cetera. En wij wilden juist binnen dat hele lichamelijke, somatisch, biomedisch ingerichte systeem, wilden we de eerste deuren als het ware openen naar veel meer holistisch denken. Maar wat mijn eerste les ook is geweest, het grappige is, naast al dit werk heb ik zelf ook vrij veel onderzoek gedaan naar dingen als mindfulness, et cetera. En heb ik bijvoorbeeld ook studenten. Ja, maar ook als eerste stap daar naartoe. Merkte dat daar nog heel veel weerstand ook naar was. En wat mijn ervaring vooral is geweest, is je moet vooral starten vanuit vertrouwen. Ja, en dus eigenlijk ook vanuit het toegaan vanuit een heel biomedisch systeem naar al meer holistisch denken. Dan moet je wel eerst ook een beetje blijven binnen de termen van wat op dat moment te begrijpen is en acceptabel is. En langzamerhand kun je, zeg maar, een soort stepping stones, kun je stappen maken en kun je kijken hoe je steeds meer zaken aan elkaar bindt. En het is bijvoorbeeld ook al na te denken, hoe kan het bijvoorbeeld zijn dat wij inderdaad niet al eerder ook die psychologie zo enthousiast in dat onderzoek hebben betrokken. Maar dat heeft ook daarmee mee te maken. Want ja, je begint natuurlijk vanuit één hoekje, dat is bij ons het biomedische hoekje. En zo langzamerhand dan maak je stappen en dan kom je er steeds dichter ook bij dat psychologische terrein. En maar op dat pad maak je nou eenmaal keuzes en langzamerhand vind je elkaar wel. Maar ik denk dat dat hele stuk, dat echte spiritualiteit, als je dat nu al te veel op het meer voor de mensen dan wat zwaardere spirituele zet, dan is dat nog te veel een gesloten deur die gaat. Ik zie het ook alleen als een techniek. Ik zie het ja. Volgens mij moet het tijdens de borrel nog eventjes verder over gepraat worden. Ja, dat is een goede, interessante discussie. Maar het is inderdaad wel iets wat er absoluut ook mee te maken heeft. Alleen je moet. Niks mysterieus. Ja, we gaan het erover hebben. We hebben nog tijd voor twee hele korte vragen. Want iedereen die wil ook eigenlijk wel dat we op tijd ruimte geven voor de borrel. Je mag wel een vraag stellen, maar dan wil ik je zo op het podium. Oh, direct ook nog op het podium. Nee, verstel nu je vraag, dan kom je zo op het podium. Nou, ik ben heel blij dat net het woord holistisch viel. En die mevrouw die vertelde over het narratieve van het verhaal van de patiënt. Maar ik had eigenlijk een vraag over die positieve gezondheid. Want cuend in mijn brein ga ik dan meteen denken, bestaat er ook negatieve gezondheid? Dus dat vind ik de term. En ik ben heel blij met de beweging. Maar hoe verhoudt het zich met de integrative medicine? Want dan zitten we weer in die biomedische hoek. Ik zit zelf in het ziekenhuis als psycholoog. En de integrative medicine is eigenlijk precies hetzelfde. Alleen die gaan voor de integratie. De verschillende factoren. Of het nou gaat om het goede medicijn op de goede plek. Maar ook de goede ontspanningsoefening op de goede plek. Maar die gaan dus vanuit de integratie. En positieve gezondheid lijkt weer zo'n unipolair iets. Los van dat ziekte is. En je zei ook in het geluk, in dat mooie plaatje bestaat ziekte nog. Maar is daar ooit over nagedacht? Want netwerk is ook veel meer, 6 dimensies. Maar de term positieve gezondheid lijkt weer unipolair. En dan gaat mijn brein meteen de andere kant op. Ja, een hele goede vraag. Want dat raakt er inderdaad heel dicht aan. Hè? Van,
Maar wat wij vooral ook wilden doen, is toch ook vanuit een soort... Het lastige is, wat wij vooral wilden is... Het borduurt ook weer voort op mijn vorige antwoord. Dat wij juist vanuit dat hele biomedische kader... eerste openingen wilden zoeken naar breder denken. En ik denk dat integrative medicine eigenlijk al stappen verder is. Hè. Die kijken nog verder naar hoe kunnen we inderdaad ook veel meer... nou, zelfs complementaire behandelmodaliteiten inzetten. Hele de omgeving is heel veel aandacht voor. En wat wij zagen is dat als je daarmee de meeste ziekenhuizen instapt... dan is dat gewoon nog een brug te ver. Dus wat wij vooral wilden is vanuit vertrouwen en dezelfde begrippenkaders eerste stappen zetten. En ik denk, dat is blijkbaar best goed geslaagd. Hè. Is zelfs het nieuwe beleid is helemaal ingestoken vanuit positieve gezondheid. Denk ik ook heel goed om daarmee dus weer het hele samenwerken met de psychologie te versterken. Maar ik denk dat als wij te veel alleen al vanuit integrative medicine waren begonnen, dan had dit ons niet gelukt. Want dan waren er al zonder... Hè, soms kunnen mensen uit weer veiligheid. Hè, als mensen zich niet veilig genoeg voelen, gaan ze niet voldoende luisteren. En soms liggen die termen nog heel gevoelig helaas. Wat ik heel jammer vind, maar wat wel de realiteit is. Maar ik hoop dat in de loop van de tijd dat die openheid toeneemt. En dat daarmee ook opener gedacht kan worden... naar kijken van hè, wat voor complementaire therapieën... of wat voor andere modaliteiten zijn er ook nuttig... en kunnen wij op een goede manier inzetten. Joost zegt eigenlijk, dus binnen de psychologie is heel lang overheen gegaan en nu is er echt wel een sprint gaande. Vertel ik dat goed? Ja, en zo meteen, mag je meteen naar voren komen, mag je nog even op het podium iets korts vertellen. Volgende vraag stellen. Laatste vraag helaas. Ja, goeiedag. Ik had een speciale vraag. Als je kijkt naar het onderzoek wat is verricht en je kijkt naar waar je naartoe werkt. Naar een stukje mag even gaan staan. Sorry. Oh, dat ben ik heel lang. Naar een stukje mensgerichtheid waar men naar kijkt. En kijk naar beroepen zoals men die uitoefent. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar iemand die werkt bij een bank. Dan denk ik dat een bank wel mensgericht is, maar anders mensgericht is dan de psycholoog. Dan is mijn vraag, waarom denkt men het laatste aan de psychologie als men dat onderzoek doet? Volgens mij is de vraag die al een paar keer bij jou terecht is gekomen van... joh. Jullie komen hier het onderzoek presenteren en het is zo interessant dat wij als psychologen het super interessant vinden, maar er waren geen psychologen in jullie doelgroep. En daar heb je al een beetje wat over verteld. Wil je nog een keer kort zeggen? Ja, dus eigenlijk mijn voorgaande antwoord, hè. Ik heb bijna het gevoel dat jullie je uitgesloten voelen, mensen. Nee, maar zo is dat absoluut niet bedoeld. Nee, inderdaad, laten we inderdaad het hele systeem een beetje gaan inhiberen. Nee, dat is zeker niet onze bedoeling geweest. Nee, het heeft er echt mee te maken dat je begint nou eenmaal vanuit een begrippenkader. En ja, het is een onderzoekje geweest, bij wijze van spreken, wat startte binnen een budget van een ton en wat uiteindelijk enorm is uitgelopen. Maar ja, vooral in een discipline waarbij wij met veel huisartsen werkten en vooral in het biomedische stuk zaten, zijn keuzes gemaakt. Maar ik denk, ja, wat ik zeg, ik blijf het herhalen van het mooie is dat je hierdoor wel ziet hoe dicht... al die vakken toch ook weer naast zeg maar bij elkaar liggen. Hè? En hoeveel je van elkaar kunt leren. En want het is natuurlijk wel interessant om te zien dat wij zo ons pad bewandeld hebben. En dat we uiteindelijk bij heel veel zaken terecht zijn gekomen. Die zeer herkenbaar zijn alweer met jouw verhaal. Hè? En ook heel veel zeg maar, referenties die ik bij jou las. Dat ik denk van, ah, maar die heb ik ook gebruikt. Hè? Van die boeken als het statussyndroom van Marmot. Super interessant. Hè? Dus uiteindelijk, ja, iedereen bewandelt zijn pad. En uiteindelijk... Heb je het gelezen, die kleine lettertjes? Ja. Dus, en weet je waarom ik het zo'n mooie vraag vind eigenlijk? Ja. Nou, en ik heb net van Matthijs geleerd dat het oké is om soms even iets nieuws te doen en er nog een keer te doen. Dat hoort erbij. Nee, en ik vind het zo mooi dat die vraag is. We willen bewustzijn kweken. Hè, en mensen weer. En ook wat heel belangrijk is. Want uiteindelijk wat mijn drijfveer is. Als je het hebt over waarde. Waarom ik dit onderzoek heel belangrijk vind. Is mijn bevinding. Dat ik zag dat heel veel zorgprofessionals. Die te maken hebben met burn-out, et cetera. Die vinden hun werk gewoon niet meer leuk. Waarom?
Ze zijn hun beroep gestart waarin zij gesprekken wilden voeren met mensen en waarin zij werkelijk contact wilden maken. Maar ze zijn in een praktijk terechtgekomen waarin ze dat niet meer konden. Dus wat wij vooral proberen is aandacht en bewustzijn te creëren dat ook binnen andere disciplines naast de psychologie er weer meer ruimte is voor het echte gesprek. Datgene waar het er echt om gaat. Super. Dus het gaat meer om de... En dan wil ik jullie vragen om nog een luider applaus voor de sprekers. Dankjewel. Ik zag al iets licht. Was er genoeg? Dankjewel. Was me een groot. Zo, en het leuke is, waarom zijn er nou geen psychologen? En dat is precies wat we bij het NIP ook de hele tijd ervaren. Ik hoorde net over die oudere psychologen. Hè? Die hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld of zijn een beetje aan het deontwikkelen en daardoor heb je stress. En kom je eerder in de agressieve reactie misschien? Ik moest meteen aan pubers denken. Ja, dat zijn superleuke links die je dan alleen binnen NIP kom je oudere psychologen tegen. Ja. Nou, deze uitgebreide vragenronde die hebben we expres uitgebreid ingericht. Met ook het resultaat dat we echt in gesprek zijn met elkaar. Die toont ook aan dat waar we mee starten. Hè? De breedte van ons allemaal als leden van deze beroepsvereniging. Complimenten voor het antwoord geven op de soms kritische vragen. Echt genieten om daar naar te luisteren. Superleuk. Nog één dingetje willen we doen. Want binnen NIP doen we heel veel. En willen Joost en Jan eventjes naar voren vragen. Joost Derwig en Jan de Moor, professor Jan de Moor, die hebben iets heel moois gedaan binnen NIP. Ze hebben allebei iets anders gedaan. We waren bezig met het thema en ze zeiden, nou ja, of wij hebben het gezegd, weet ik niet helemaal, laat het in het midden. Hey, dit is leuk, hebben we gedaan vanuit de sectie PAS, psycholoog in academische ziekenhuizen. En vanuit, eigenlijk vanuit NIP algemeen. Wie wilde kort iets vertellen, Jan? Ga je een vraag beantwoorden? Je mag je verhaal doen. Mijn verhaal doen? Oh god, mijn verhaal doen. Heel kort. Ja. Dat is een gevaarlijke vraag. We hebben gezegd dat het kort moest zijn. Het meestal... wat zeg je? Ja, één minuutje. Ik zal het proberen. Nou, ik vind het wel leuk om te melden in ieder geval... dat gisteren het rapport Psychologische beroepsbeoefening in langdurige zorg tot stand is gekomen. En met grote... Ja. Ja, het is een indringend rapport... Ik denk ook samengesteld en gemaakt met behulp van het bureau, maar ook met de werkgroep Langdurige Zorg. En die werkgroep bestond uit mensen uit de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, revalidatie en nog wat groepen. En wat wij gedaan hebben, en het sluit wel mooi aan bij die lezingen, in ieder geval met name nadenken over het paradigma. Vanuit welk gezichtspunt beoefenen wij als psycholoog nou de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. En ik vond het een ontzettend mooie lezing van Van Vliet, ja, over die positieve gezondheidszorg. Maar wij hebben eraan niet alleen een aanvulling, we hebben het gekoppeld aan het ICF-model, aan de gevolgengeneeskunde. Waardoor datgene wat al genoemd werd, het unipolaire denken, in ieder geval wordt doorbroken door een wat holistischer beeld. Zodat de psychologen die zich nu vooral bezighouden met problemen, tekorten, disabilities, zeg maar, als het ware dat doen gecombineerd met de positieve gezondheidszorg. Dus dat vind ik wel heel mooi hoe dat nu aansluit. Ja, super. En het rapport kun je vinden op internet en op de website van het NIP. Ja? Ja, lees het vooral even. Iets om trots op te zijn. Ontzettend bedankt, Jan. Dankjewel. Ja, ik werd een beetje verrast door de vraag om iets als sectievoorzitter te zeggen. Maar de sectie PAS, ik weet niet, denk bij jullie wel bekend, maar Psychologen Algemene Ziekenhuizen. En een van de leukste dingen die ik afgelopen maanden hoorde van, hey, maar dat is nog eens leuk, is iets heel simpels. En veerkracht en simpelheid en basale dingen, daar hebben we vanmiddag toch ook wat over gehoord. En dat was dat onze student in sectie alle afkortingen eens op een rijtje is gaan zetten. Want die zit bij zo'n bestuursvergadering of je zit hier en je hoort van alles. En dan vinden wij het maar normaal dat je die taal en die dingen allemaal weet.
En ik vond heel leuk dat Marja een beetje verweten werd. Je vindt het wiel opnieuw uit. Dan denk ik, heeft ze ons wiel dan ooit gezien? Moeten wij als psychologen onze wielen niet laten zien? Moeten wij onze taal, die heel menselijk lijkt, maar die helemaal niet menselijk is, want dat gaat ook over cijfers, hebben we gehoord, of over, moeten we dat niet veel meer delen? En ik denk dat het nip als huis van de psychologen. Psychologen krijgen samen meer voor elkaar. Eén psycholoog kan niet alles weten. Laten we gewoon die taal en die wielen gewoon met elkaar delen. En dat begon dus bij ons al met die student. Geweldig. Dankjewel, Joost. Een beter bruggetje had je mij niet kunnen geven naar de volgende slide. Als er iemand achter die knop zit, ja. Want dat is op naar de toekomst. Want dat is wel heel erg waar dit over gaat. Je kan meepraten. De ledenpeiling die is uitgegaan, dat heeft Aart al aangegeven. En allerlei linkjes staan hier nog bij. Hij mag wat mij betreft meteen door naar de volgende slide. Oh, dat was de laatste. Daar, kijk, zie je? Nou, ik sta al helemaal op de standje. Wil ik nog in ieder geval één applausje vragen? En dat is voor jullie, voor de leden van het NIP. Het allerhardste applaus voor vandaag. Ja, zeker. Mensen, dit... kijk eens, live in de uitzending. Er is meegetekend. Je staat er zelf ook bij. Kijk eens, wat een prachtig resultaat. Lieve collega's, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Mensen van het bureau, nou daar misschien ook nog wel een applaus voor. Hè? Want voor hun, voor de organisatie. Na dat applaus wil ik jullie allemaal uitnodigen om naar buiten te gaan en heerlijk een borreltje te nemen. Een alcoholische of een non-alcoholische, mag allemaal. Veel plezier daar. Ontmoet elkaar nog. En tot volgend jaar. Zullen we dat doen, Tot volgend jaar. Dag.